Test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Nou, dat klinkt goed, René. Goedemiddag is het nog en welkom hier in Sportcentrum De Kooi voor de, nou ja, toch wel topper in de Women's Basketball League. In ieder geval als het gaat om plek 4 in de, ja, in de competitie, René, tussen de teams van Lectatech en Lenslik Lions. Ja, het belang van deze wedstrijd is vrij duidelijk. Wie wint krijgt het thuisvoordeel voor die eerste ronde in de play-offs. En dan weet je ook de tegenstander, die is dan ook gelijk Lenslik bekend. Dus ja, daarom gaan we vanmiddag spelen. En ja, ik weet nu al, wat een pittig wedstrijdje voor Lectatech. Dat denk ik ook. Ik heb net even de statistieken onderling vergeleken. Nou, dat ontloopt elkaar heel weinig qua punten, percentages en rebounds. Dus de vorm van de dag, de tactiek, dat zal de doorslag geven. Ja, dat denk ik ook. Kijk, daar is hulptroepen voor je onderweg, René. Ja, maar ik had nooit geloofd, maar moet je de telefoon vergeten en dan kun je niet meer zonder. Hey René, het iets andere starten dan we normaal doen. We zouden eigenlijk om 5:30 live gaan vanuit onze studio. Maar ik moet even, toch even ook, hij luistert niet, dus dat compliment ga ik straks even doen. En voor wie is dat compliment? Ja, voor Jeroen, maar ik denk dat hij zo zijn koptelefoon op gaat zetten. Nee, maar we hebben natuurlijk, wat ik zei, een iets andere start dan normaal. René, normaal zouden we 5:30 live zijn vanuit de studio. Maar goed, even een heel groot compliment richting Jeroen Guldemond ook. Want wij hebben natuurlijk de afgelopen 2 dagen de livestream verzorgd op de MBB bekerfinales in Katwijk. Maar ja, dat moest allemaal weer hier opgebouwd en teruggeprikt worden. Nou, dat is kost meer tijd dan we denken. Ja, dat is helemaal duidelijk. Ja, geweldig evenement. Hebben jullie mogen verslaan daar met vrijdag 2 mooie wedstrijden. Ja, waar jij ook weer bij was. Ja, ja. Maar ook zaterdag een spannende, interessante pot. Waarin Grasshoppers denk ik toch wel de terechte winnaar was van de Final Four 2022. Het team speelde lekker, lekker fel, goede scores. Laatste wedstrijd, Fleur Kuijt natuurlijk een paar belangrijke punten op het eind van de wedstrijd. Maar ook andere speelsters vanaf de bank. Ja, die vond ik toch wel een leuke wedstrijd spelen en terecht denk ik dat Grasshoppers gewonnen heeft. Verrassend bij Grasshoppers vond ik bijvoorbeeld Alisa van der Plas. Heel volwassen spelen, heel goed. Ook andere speelsters van de bank en in het veld. Ik vond Marieke Schier vrijdagavond een goede wedstrijd spelen. Deborah Vos speelde nuttig. Ja, het was altijd gewoon goed voor elkaar en ik denk dat de coaches van Den Helder en Binnenland huiswerk genoeg hebben overgehouden aan dit Final Four weekend om hun teams verder voor te bereiden. Ja, maar één ding staat vast, René. Wat gaan we een mooie slotfase van de competitie tegemoet. Want Den Helder, Grasshoppers zijn aan elkaar gewaagd, maar ook Binnenland. En we hebben Jeroen van Vught ook al vaker horen zeggen. Lectatech kan ook nog wel eens, als ze compleet en fit zijn, een hele gevaarlijke outsider zijn. Ja, klopt. En bovendien zie je nu ook, dat zag je afgelopen weekend, volle hal, maar ook 300 toeschouwers op de livestream. Het staat weer in de belangstelling. Dus dat is goed, dat is mooi. Dat is leuk, absoluut. Maar uiteraard ook vanaf deze kant nog de felicitaties naar Sport en Grasshoppers met het winnen van de Carla de Liefde trofee. Ik denk dat ze net wakker zijn in Katwijk, René. Want als ze één ding in Katwijk goed kunnen, zijn het feestjes vieren. Op de zondag ook, ja. Ik dacht dat op de zondag daar iets anders gebeurde. Nou, volgens mij gaat er om 12 uur de deur op slot. Nee, dan is het goed, want moet je daar geen problemen door krijgen natuurlijk. Nee, zeker niet. Hey, René, wat mij opvalt, hè, we hadden het vrijdagavond al even een klein beetje aangekondigd. Maar een oude bekende loopt hier op de vloer in de vorm van Molly McDowell. Ja, ik zie het, nummer 6 daar. En ze maakt nu een toverbal, ja, het gaat erin. Nummertje 6, Molly McDowell, natuurlijk in het verleden een topspeelster geweest. En toch wel verrassend dat hij hier nu opeens op de vloer staat. Ja, dat zal ongetwijfeld te maken hebben natuurlijk met de afwezigheid. Daar loopt ze ook op de krukken, Tanja Breuring. Afwezigheid van Tanja zal ongetwijfeld reden zijn dat Molly toch nog een keer het stof van de schoenen heeft geblazen. Ja, ik zat even te kijken. Ik zou als coach ook al heel tevreden zijn als
met de mitten ten hete met gewoon 14 punten, genoeg rebounds en een paar lekkere assists in de wedstrijd. Maar wat meer diepte op die positie is natuurlijk altijd wel welkom, zeker in deze belangrijke fase. Heel benieuwd hoe het gaat, of ze een beetje in shape is. Onze Molly McDowell. Absoluut, absoluut. Maar goed, Lance Lake heeft met Lois Battenfield en nu met Molly McDowell toch wel weer een nuttige aanvulling gevonden op hun team. En als ik verder even het team onder loep neem, dan vind ik nog steeds Charlotte van Kleef met 18 punten gemiddeld in de wedstrijd tegen een hoog schotpercentage hoor. Die Steven, die gooit op bijna 64% van het veld, 2 punten en 40% 3 punten. Dat is natuurlijk ook wel het wapen van Charlie. Ja, maar goed, ze pakt ook nog eens even meer dan 5 rebounds. Ik vind altijd, ook hier in de wedstrijd vonden ze goed spelen. Dus ik ben benieuwd wat ze vanavond doen. Daar ben ik ook benieuwd naar. We gaan beide teams aan voorstellen. En dat gaan wij niet doen, René, maar dat doet onze host. Goedemiddag. Wim Biesters. Welkom op het sportcentrum De Kooi bij de wedstrijd tussen Rekkerdek en Lanswege Alliance. Een niet onbelangrijk potje vandaag. Beide teams zijn in de komende playoffs tot elkaar geoordeeld. Inzet vandaag zal op de vierde plaats zijn. Die plek heeft recht op thuisvoordeel aan de eerste ronde playoffs. En het team dat vandaag dus weer beginnen, zet een belangrijke stap in het behalen van die vierde plaats. Kortom, er valt vanavond echt iets voor te stellen. We zijn hier. We willen nu beginnen met het voorstellen van beide teams. Te beginnen met onze gasten uit Lansmeer. Met nummer 1, Claire Hilleman. 2, Loïs Bettenwiel. 3, Emma Aardeling. 5, Emilie Wel. 6, Molly McDowell, 8, Nick de Leijden, 9, Lies van Schaven, 10, Lindsay Bell, 11, Charlotte van Kleef, 12, Lindsay Zaak, 15, Stephanie Eetje, en de nummer 16, Julia Pakkel, 10, Sander van Leijden, van Hoogkoos, Alice Dieter, en zij ook assisteren door Corinne Mouwen, die van Lansmeer Lions. Kraakjes René, zorg er toch voor dat we allemaal weer weten dat het toch gewoon techniek is, hè, wat er hier... Zo, even inpluggen. Ja, nou ja, goed, 3 minuutjes, dan gaat die bal omhoog en dan gaan we het meemaken. We hebben 3 arbiters op het veld staan ook. Rieskar Abdullah, Edwin van Ruiven en Jermo Abrams. Ook die hebben een druk weekendje gehad, denk ik. Ja. Jermo vervangt de afwezige Iona Koyakaru, die eigenlijk hier zou fluiten vandaag. Oké.
Ja, en toen was ze licht. Ja. Ja, als ik op de knop druk is ze licht. Oh, doe jij dat? Jeroen van Vught gaf aan dat zo langzamerhand de selectie toch wel lekker naar de status van fit gaat komen. Zit ik voor jou in de weg zo, Bassie? En ja, dat is belangrijk natuurlijk. Om iedereen heel te houden, maar ook dat hij nu vrij compleet kan trainen. En lekker 10 man op de training. Het gaat goed. Ik begreep dat de onder 20 gewonnen had. Dames 2 had gewonnen. Nou, laten we het lijstje even afmaken. En dan het eerste team ook nog eventjes 2 punten bijschrijft. Dan hebben we een mooi weekendje. Nou, dat is een goed weekend voor het Bemmelse basketbal. En de kooi loopt er ook al wel weer gezellig vol, hè? Absoluut. Of... Ja, de terrasje is leeg, de tribune is vol. Dat is mooi. Nou, we zijn heel benieuwd wat we gaan krijgen. Maar we krijgen in ieder geval een hele mooie wedstrijd. Dat is één ding wat zeker is. Ja, dat klopt. Nou ja, goed, Lens leek toch wel een team met behoorlijk wat ervaring. Dus die zullen toch een beetje de wedstrijd willen controleren, denk ik. Daar gaan we wel vanuit. Ja, ja. Wat zal het strijdplan worden, René? Nou ja, goed. Het viel me op in de eerste wedstrijd die we hier hadden. Dat Lenslik toch aardige dreiging heeft in de aanval. Dat er redelijk wat schoten genomen worden. Dus je moet klaar zijn bij de bal om te verdedigen. Ik denk... dat met Lois op het veld een van de twee topscorers het wat moeilijker gaat krijgen. Of Julia of Lisanne. Dus even kijken hoe we dat oppakken. En dan is het belangrijk dat een van die andere speeltjes, we hebben het al vaak over gehad, dat een Ivko of zo of een andere, dat die wat meer punten gaan maken. En ja, dat zou ik zeker wel graag terugzien op het veld. Ja, dat lijkt mij ook, René, dat we dat terug willen zien. Want dat is ook wat het team nodig heeft. Om in ieder geval weer veel gas te geven. En in ieder geval toch de vierde plek in de competitie die staat deze wedstrijd op het spel. Ja. Kijk, mocht dat niet lukken, dan is er niks aan de hand. Maar ja, je ziet het nu ook lekker thuis in deze hal beginnen in die play-offs. Dat brengt je bijna een voor de helft verder, denk ik. Zeker. Nou, ook even de felicitaties. U ziet het misschien onder in beeld verschijnen. Of ziet u het al staan? Het speciale 50 jaar logo van Lens Lake Lions. Lens Lake Lions bestaat in 2022 50 jaar. En het is toch ook een club met ook zeker in het vrouwenbasketbal echt wel een mooie geschiedenis, René. Ja, dat klopt. Ik bedoel, jaren daarbovenin gespeeld. Kampioenschap, bekers en alles. En ook... Ja, je hebt daar op een blauwe maandag ook nog gecoacht, ik toch? Heb een half jaar daar gecoacht in het seizoen. Toen wonnen we de beker, maar verloren denk ik in de play-offs tegen Utrecht of zo. Ah, was interessant. En nou ja, goed, Larry Lakner heeft er natuurlijk heel lang gezeten en goed werk gedaan. En ik vind nu ook dat Meloes er echt al met de middelen die ze heeft een goed team van gemaakt heeft. Nou, in derde instantie bij Lens Lake Lions. Ja, en Meert is helemaal vrij. Niemand verdedigt haar. We zullen ons ongetwijfeld erop betrappen dat we af en toe nog Lone Lions zeggen. Ja. Maar als het pro-beeld voorbij komt, René, dan ga ik toch ingrijpen, hoor. Ja, ik heb al Pierre Jumpers gezegd, dus ik kan al niet meer in de fout gaan. Dit is een hele mooie paas. Mooie pick and roll. Ja. Ja. Ah, dit is wat Lek de Tech nodig heeft, dat Yveske Hoek en Julia Jorritsma er ook echt... Naast natuurlijk Lisanne de Jonge echte punten gaan bijdragen. Ja. Een beetje statische aanval. Outside shot van Charlotte van Kleef. Waarbij we dan gelukkig zeggen dat deze misgaat. Ja. En dat zeggen we niet voor dat we Charlotte niet gunnen, maar toch zegt ons dat Lectitech hard had, hè? Klopt, helemaal. Charlotte van Kleef natuurlijk ook met een verleden hier in Bemmel. Doorliep hier de hele jeugdopleiding. Ja.
volgens mij niet uiteindelijk het dames 1 gehaald, of wel? Wel meegespeeld, jawel. Jawel, ja? Jawel, okay. Jawel, jawel. En toen naar Amsterdam vertrokken. Deze dame heeft ook zeker in Bemmel gespeeld, Lois Battleville. En hij begint met een driepuntertje. Nou, dat is eigenlijk niet wat je wil, hè? Zo. Lockshot Charlotte van Kleef en die bal wordt ook weer opgepikt door de Lions. Foutje van Yveske Hoek. Ja, als ze nog iets eerder recht komt te staan, dan wordt het een aanvallende fout. Maar nu was het te laat. Ja, ja, gewoon in deze wedstrijd blijven hangen. Dat is gewoon heel belangrijk. Niet vroeg tegen een achterstand aankomen. Lies van Straten voor 3. En de rebound. Gracie Roberts. Julia in de loge aangepozen, Charlotte. En dat de eerste battle onder de borden is voor Charlotte. Klopt. En de 3 punten opnieuw ook. Charlotte van Kleef. Ja, dus nu opent. Open ze met 2. Het is weer een screen en roll goed uitgespeeld. Dus is. Twee keer over hetzelfde. 2 3 punters bij de Lions en 2 keer op de screen en roll. Charlotte inside. Minder succesvol. Lies van Straten wel met de avonds rebound. Ja. Lindsay Pengel dan vervolgens. En weer een rebound voor de Lions. Ja, veel aanvallende rebounds pakken ze nu in deze openingsfase. Mooi ingesneden Lois Battleville en de fout van Lisanne de Jonge op de vloer. Ja. Nou, beide teams zitten gelijk lekker erin. Eerste fout van Sander de Jonge. De eerste wissel. Tracy Roberts wordt gewisseld voor Anne van Vlijmen. Ja, ik denk nog dat Jeroen vindt dat er te weinig druk is op het driepuntschot door Gracie in de defense. Ik zou het niet weten, kijk, want je ziet. Ja, dan zou je dus even kijken naar de matchups van de guards. Balverlies bij de out-of-bounds. Daar ben je natuurlijk nooit blij mee als coach zijn, want dat, ja, dat train je, dat moet goed verzorgd zijn. En we krijgen aanval 3. Geopend bij Yveske Hoek. De flare screen. En weer dat screen en roll. Anne van Vlijmen. Jammer, goede actie. Iedereen verwachtte de paas naar de afrollende speelster. Ze ging zelf, maar helaas mis. Voor het zelfvertrouwen van Anne was het wel heel lekker geweest om deze bal te maken. Natuurlijk lang aan de kant gezeten. Tot nu toe is de inside battle voor Charlie. Ja, ja, ze pakt goed de positie. En ja, dan kun je eigenlijk alleen maar of een fout maken of de score toelaten. Aardig wat druk van Lions, 1 tegen 1. Goeie drive hier van Yveske Hoek. Ja, toch wel een beetje geluk dat ze de fout krijgen, want anders wordt het denk ik aanvallend. Oké, er wordt gewisseld na 3,5 minuten in de wedstrijd. Persoonlijke fout is in ieder geval verlies van Straten. Dat is de eerste persoonlijke fout van de Lions. En Molly McDowell op de vloer. Ja. Nou, Lies van Straat is natuurlijk nog wel belangrijk voor het team. Pakt gemiddeld zo'n 10 puntjes per wedstrijd, werkt hard. Ja. Doet vooral wat ze goed kan doen en laat ook waar ze niet zo goed in is. En ja, dat is goed. En Claire Heerman trouwens ook op het veld gekomen. Oké. Oh ja, daar staat ze. Dochter van Brian Heerman, die natuurlijk jaren in de jeugd actief was bij... Lens Lake Lions. En ook bij de nationale selecties wel een rol heeft gespeeld. Absoluut. En Charlie denkt, nou. Ik voel me wel goed hier. Ik voel me goed hier. En die flikkert weer in 3 punten erin. En zorgt voor het eerste gaatje van 5 punten. Ja, kijk, dat zijn toch wel dingen. Kijk, ik zei het voor de wedstrijd. Als je iemand 40% driepuntschot heeft.
Ja, dan is het niet slim om die drie punten te laten nemen. En ik denk dat Jeroen al een beetje snel naar de time-out moet. We gaan even luisteren bij de time-out van Jeroen van Vught. Make your closeouts more aggressive and above the ball. Offensively, you can go keep going to this ball screens on the side, yeah, out of this Iverson, yeah. Because if we have then this flash screen for Anne, yeah, and we pass and we have this ball screen, then we have the roll in no man's land, yeah. Get in the paint, die laatste prima. Als je doet als de stunten is, gewoon hem afgaan. Also, if we have this situation and we have two players here on the attack, maybe hip here, flash screen, some movement on the weak side. Yeah. So a little bit more patience in offense and more aggressive in our closeouts in defense. Ja, kijken of de terechte aanwijzingen vorm krijgen op het veld. Dus closeout wil zeggen dat je meer en sneller druk geeft op de schutters. Nou, in ieder geval. En in de aanval iets meer geduld. Ja, we zagen wel inderdaad al gelijk een eerste actie in een paas. Die dan tot balverlies leidt. Oh. René, we moeten even tussen in ieder geval de eerste kwart even regelmatig de score en de tijd noemen. Want okay. De, nou, wat wil ik nu wel doen? Dat het na 6 minuten 11-6 voor Landslake Lions is. En dat we hopen dat de aanval de fout van Lois Battleville. Okay. Wordt tussen het eerste en het tweede kwart even opgelost, maar de software die het scorebord afleest is vastgelopen. Ja, de zomertijd, hè, moest nog even een uurtje bijgesteld worden en dan begint die te werken, die software. Ik wil niks meer horen over zomertijd. Je was toch op tijd hier, jongen? Was ik was zeker op tijd hier. En je was ook op tijd weer uit bed, dus hartstikke mooi. Ja. Oké, we krijgen hier weer die screen-and-roll situatie van Anne en Julia. En Anne zelf. Ah, jammer, maar goed. Aanvallende rebound, lekker tag. En een mooie actie van Julia. En ja, zo blijf je dan nu een stop maken. En dan is het, vroege vloot verlopen daarvoor. Misschien een rol, molly switchen. Ik denk even terug switchen, dat is goed. Scheids, alstublieft dan. Onbegrijpelijke fout dit, dat je die fluit. Dan kun je, kijk, dan kun je deze ook fluiten. Ja. Molly McDowell is het nog niet verleerd. Nee, dat kon ze vroeger heel goed en nu doet ze het nog steeds. Dribbeltje, jumpertje, ja, mooi. En dat is misschien wel leuk, René, om ook heel even te hebben, want we hebben natuurlijk, blockshot Charlie van Kleef. We hebben natuurlijk tweede blockshot trouwens, hè. Zeker, we hebben natuurlijk Grasshoppers al genoemd als bekerwinnaar, maar dan ook even Grasshoppers U20 feliciteren met het winnen van de beker. Doen we. Sunrise Medical Braves met de winst in de rolstoelfinale. En vandaag zijn de finals in Weert en daar heeft MBCA onder 16 de beker gewonnen en zojuist ook BC Apollo Amsterdam bij de onder 22. Oké, goede pass inside van Molly. Alleen Lois had dat niet verwacht. Hij was ook wel een beetje hard. Ondertussen is het nog steeds 5 punten verschil, 13-8 en gaan we nog 4,5 en Lisanne de Jonge naar de basket, linkerhandje. Mooi effect in die bal. Nou, nu gaat het weer om die stop te maken. 10-13 scoren, 4 minuut 15 te gaan, nog in kwart nummer 1. Ja. En de steal hier van Julia Josma naar goed verdedigend werk van Lisanne de Jonge. Ja, wat Lectitech nu doet is die guard sturen, aan die kant houden. Dus, en dan hou je die bal in ieder geval even weg. Dat zou Jordi nu ook kunnen doen bij... En roteren moeten ze nu. En dit levert een driver. En een drie punten. Ja, Charlotte van Kleef. 11 punten al. Was dit Charlotte van Kleef of Mirte dan heten? Dit was Charlotte van Kleef. Oké. Okay.
En deze raakt de ring niet. Balbezit voor de Lions via Molly McDowell. Ja, die toch in de gauwheid nu ook, ik wou zeggen... Stiel door Anne van Vlijmen, die meegeeft aan Lisanne de Jonge. And one, ja. Ja, dit zijn hele fijne scores natuurlijk, hè. Dus dat je uit de fast break, het is waarschijnlijk helemaal geen makkelijke layup, maar layup krijgt en nog een foutje. Maar je ziet wel weer gelijk, met alle respect natuurlijk, Gracie heeft dat prima opgevangen. En ook degene die er nu in komt, Aya Darib. Maar je merkt toch wel weer gelijk het verschil dat Anne op de vloer staat, hè? Ja, Anne is natuurlijk echt de point guard. En leest het spel goed, dus dat is mooi. Heeft denk ik nog wel 2-3 weken nodig om er uiteindelijk de vorm te... aanvalsrebound op de misgeschoten bal. 3 punten. 3 punten van Anne. Oh. Jammer. En we hebben nu een tussenstand van 14-16. En we spelen nog 3 minuten in het eerste kwart. En weer een 3 punten van Charlotte van Kleef. En weer raak. Er wordt even gedweld worden. En ik zie ook een blessure bij Yveske Hoek. IJsbeentje of zo. Ja, geen idee, denk de enkel. Nou, het is mooi in ieder geval dat u kijkt, want er is natuurlijk ook wel een mooie sportalternatief zometeen om 7 uur. Oh ja, wat is er dan nog meer? Max Verstappen in Saudi-Arabië. Oké. En... Oké. Jullie gaat inside, maar maakt ze meer druk over een aanvallende actie die iemand anders had moeten doen. Ja, het teamgenoot had omhoog moeten komen, hoorde ik te zeggen. Kom omhoog. Ja. Julia Jorisma gisteravond ook aanwezig in Katwijk. Niet om te spelen, maar om de wedstrijd te aanschouwen. 1 tegen 1 van Julia. En trouwens, dat geldt ook voor Aya Darib, die hebben we daar ook gezien. Ja. Kijk, het is jammer dat dit geen score is, maar dan hoop je in ieder geval dat het een fout is. Die is te kort en de rebound is voor Aya. Heel goed. En nu tempo maken, kijken of je in de transition weer kunt scoren. 3 aanleggen, punten. Julia Jongetsma, kassa! 17-19, nog 2 minuten in het eerste kwart. Ja. Voelt bijna een beetje ineens als radioverslag, hè? Tja. Lois Battleville inside, kickt hem naar Charlie van Kleef. En nou is hij mis en nu weer rennen. En dan kijken of je... Dit is goed van Lisanne. Ah ja, maar goede keuze. Voorkant ring. Maar dit levert nog wat extra score op. 3 punten van Lois. Nu hebben we weer de rebound. Voor Renske Tol en Anne temporiseert. Ja, de outletpaas was ook niet geweldig. Thumbs up wordt er gespeeld. Ja, en weer een 3 punten van Julia, jammer. Fout gaat naar Renske Tol. Hè? Riet Holden. Yveske Hoek komt terug en ook Lies van Straten aan de kant van de Lions. En naar de kant gaat Charlotte van Kleef. Ja, en coach van Vught haalt, denk ik voor de rust, even Julia naar de kant. En gelukkig kan Yveske terugkomen. En dit goed is het balbezit voor Lekkertek, ja. Goed verdedigd. Ja, nu moet je even een lekker set aanvalletje spelen. 1 minuut 12 nog te gaan, hè. Dus, Ja, we hadden het van tevoren gezet. Het wordt een close wedstrijd. En daar hebben we tot nu toe nog gelijk in gekregen. Yveske gaat. En een 3 punten. Van Renske Tol. Jammer, goede keuze. En we gaan onder de 1 minuut zitten. Kijken of nu moet je wel een stop maken. Lindsey Pengel geeft hem mee inside aan Epiphany Etienne. En ...17-21, er zitten 8 seconden tussen schot en gameklok.
En hier een matige paas hoor van Aja de Riep. Gelukkig gewoon aan de weg. Ja, dit is een goede keus. En de steal aan de kant van de Lions. En nou zorgen dat er geen score uitkomt. Ja. 3,8 seconden bal op de baseline. Julia Jorritsma gelijk terug aan meer te dan eten voor Epiphany HN. Ja, ik denk dat beide coaches even die laatste 4 seconden wel onder controle willen houden. In ieder geval geen 3 punten weggeven. Blokshot van Lisanne de Jonge. En daarmee eindigen we het eerste kwart. Ja, wat we zien is bij 21-7 tussenstand een paar goede outside scores van Lenslik Lions. Met name Charlotte van Kleef, die toch eigenlijk 14 punten in het eerste kwart scoort. Ja, dat is natuurlijk te veel vanuit Bemmels open te bekijken, maar wel netjes. En zij zorgt eigenlijk voor het verschil bij Lectitec. Even Julia dan 9. Dus dat is goed. Ondertussen proberen we even softwarematig. Ja, softwarematig wordt er even het een en ander opgelost. Zodat het scorebord zometeen in beeld weer oké is. En wij zijn ook weer zo bij je terug. Ze zullen toch niet in Katwijk enkele cruciale onderdelen er weggehaald hebben? Nou, er ligt nog wel de oplader van de oplaadbare batterijen ligt nog in Katwijk. Dus of je die nog even op wil halen morgen. Dat is goed. Ik weet nu hoe je met de trein in bus in Katwijk komt, dus dat moet lukken. Ja, en achter in de bus ook, René. Ja, en het weer morgen is nog mooi, dus je kunt een rondje strand doen. Ja, even terug naar die wedstrijd. Het is duidelijk dat er wat meer druk op de schot moet komen. Iets wat Jeroen van Vught ook in de timeout al benadrukt heeft. Ja. En dan eens even kijken of we de scouting nog... Nee, er is geen scouting vandaag. Er is geen scouting vandaag. Dan uit mijn hoofd zou ik moeten zeggen, iets minder balverlies bij Betouwen. Dat we die aanvallen, dat we iets meer goede aanvallen kunnen spelen. Onze vaste scout Marco Leeners is ziek. Marco Beterschap. Dus dan moeten we weer vanaf de video gaan scouten. Ja, zeker. Zijn de lekkere beats die je hoort hier door Sportcentrum De Kooi. Die komen natuurlijk van niemand minder dan DJ Dreamboy. Marijn Guldemond. En we hebben de basis weer. Ook Chris Biesers staat er nu in. En Jordi komt de eerste 3 punten. Ja, Jordi hebben we volgens mij het eerste kwart ook nog niet gezien, hè? Wel. Ja. En deze bal wordt aan Lenslik Lions gegeven. Chris Biesers trouwens van de week met een mooi interview weer in de Gelderlanden. Klopt. Oh! Met een hete, ja. En, weet je, ja, dat heb ik ook in het begin gezegd. Je moet gewoon, als je bij de bal staat, moet je scherp verdedigen. Want dit is natuurlijk een dribbel en een schot. Dat verwacht je misschien niet, maar goed. Het gebeurt nu wel. En we weten van Meerten en Heten dat ze het kan. Ja. Chris Biesters krijgt hier wel een beuk mee van Lies van Straten. Gezien door scheidsrechter Edward van Ruiven. Ja, terecht de goal. En dat... Ja, dat is dan goed. Dan hou je balbezit. Je kunt van de baseline weer opnieuw organiseren. En het levert toch nog 2 punten op. Via Lisanne de Jonge die op 6 staat. En we hoeven de tussenstand niet te noemen, maar het is nog steeds 5 punten verschil. Dus er moet toch echt nu weer een stopje komen in de defense. Een makkelijke 1 tegen 1. Van Claire Heerman. Ja. Ja, die punten wil je dus eigenlijk absoluut niet tegen hebben als coach. Gewoon, er staat iemand voor. Aanval stokt even. Even de controle weg. Russel bij Lions. En die Boussard voor Lions Petter.
7 punten verschil. Wordt nu toch. Inmiddels is ook Nadine Bouzard actief op het veld. Speelt ook al lang, hè, Nadine Bouzard. Een jaartje of 25, denk ik. Ja. Ook verleden Den Helder, als ik het zo uit mijn hoofd goed zeg. En de scheids weet zeker dat hij voor Landslake Lions is. Waar niet het iedereen mee eens is. Maar goed, hij fluit. Hij heeft dat ding in de mond. En hij staat er ook het dichtste op. Oké, dit is een aardige matchup. En pakt een mooi hoekje over Chris Wiesers heen. Lions speelt brutaal, René. Laten gewoon zien dat ze echt hier gekomen zijn om die vierde plek veilig te stellen. Balverlies hier van Gracie Roberts. Meerten en Heten. Oeh, wat een moeilijke bal. Ja, balverlies van Lady Tech. Oeh, en Jeroen is niet blij. Ja, belangrijke fase en dan verlies je de controle. We have some pride on our defense, please. I see you up, step back, open shot. Up, open layup, here, open layup. So after makes, we play longer offenses. After misses, we play quicker offenses. Why? Because otherwise we have 30 turnovers in one fucking game. So concentration. First offense now, we play horns. Yeah? For Jordi. With the down screen. Yeah, you haven't laughed. So Jordi. Julia. This. Yves. Als jij verdedigd mag het kennen, je verdedigd wordt door Nadine. Dat is crazy. Fast. What? Down screen, sorry. For the shot. If they chase. Ja, Jeroen, niet blij met de 1 tegen 1 defense en de turnovers. Ja, kijk, en nu ben je, als je met de wissels er niet uitkomt en je bent door je time-outs heen, ja, dan ben je toch wel heel afhankelijk van je team, hoe die reageert nu op deze time-out. Zou je hem niet genomen hebben nu, René? Ja, je moet iets doen. En ja, hij heeft vrij weinig mogelijkheden. Dit is goed van Julia. Dit is, dat is jammer. En dan moet ze schieten, denk ik. 5. Er had nog wel een dribbeltje aan vooraf kunnen gaan. We hebben de bal. Ja, en als je ook even kijkt. Lions kan nu ook wel. Dit is een goede 1 tegen 1. Oh, ze zet hem nu door. Opnieuw 5 seconden sprongbal situatie. En Jeroen brengt Lisanne de Jonge terug voor Chris Wiesters. Ja. En ik denk dat zo ook wel weer Anne van Vlijmen op het veld zou komen. Ja, als je nu kijkt, met alle respect. Kijk, als Landslake Lions dit eventjes vol kan houden met dit team. En Charlotte en zo een beetje rust kan geven. Ja, dat is mooi. Ja. Kijk, het is 11 punten. Ik zou tevreden zijn als coach om die mee te nemen. Goeie 1 tegen 1 voor Julia. Fout van Nadine Bouzard op Julia Jongensma. En dat levert 2 vrije worpen op. En Charlotte van Kleven en Molly McDowell komen terug voor Claire Heerman en Lies van Straten. En Charlotte van Kleven en Molly McDowell terug bij Lions. Dan moet je 2 vrijworpen erin. Zet natuurlijk wel wat druk op om die wedstrijd te blijven hangen. En dan even kijken dat je de defensive matchups goed voor elkaar hebt. De eerste is raak. Mooi. Ik zie dat de coach een vrij groot bord mee heeft meegenomen van Landslake. Fout van Yves Koolhoef, hoek. Tweede fout. Tweede fout, Yves Koolhoef. Ja, opvallend dat er aardig wat gecreëerd wordt in het publiek op deze scheids.
die de tweede fout fluit tegen Yves Hoek. En ja, die er daar ook uit moet. Dus dat is een. De opwinding is begrijpelijk, maar hij is heel overtuigd. Maar daar zullen we niet blij mee zijn. Goed verdedigd van Jordi. Nee, en we zien wat snelle foutenlast kan doen. Hè. Gisteravond ook bijvoorbeeld Kiki Fleuren die al vroeg naar de kant moest met fouten. Ja, kijk, als dat van Yveske een fout was, dan is wat Nadine nu doet natuurlijk ook een fout. En dat bedoel ik met de balans in de wedstrijd. Je ziet hoe zij met de handen verdedigt, contact maken en de rug duwt. En dat levert dan niks op bij dezelfde scheids in zijn vakje. Dus dat vind ik jammer. Step back jumper. Ja, Julia Jongensma. 22-30 is de stand. 6 minuten nog te gaan in kwart nummer 2. 3 punten Charlotte van Kleef. Voorkant ring. Rebound is voor Lectatec. Ja, rennen. Tempo maken. Monnie McDowell probeert daar een fout te maken op Julia Jongensma. De break te stoppen. Oh, behoorlijke harde fout. En Charlotte van Kleef helpt uiteraard gelijk ook Gracie Roberts weer overeind. En 2 vrijworpen voor Gracie Roberts. Jeroen die natuurlijk ook een druk weekend heeft gehad. Vrijdagavond met Joost een goede partij gespeeld in Charleroi. En vanmiddag vanmorgen actief op de talentherkenningsdagen van de Academy. Vanmiddag de 122 en nu staat hij weer hier. Het lijkt wel een fulltime baan. Ja. Oké, 1 vrijworp erin. Respect voor Jeroen hoe hij dat doet en allemaal organiseert. Meerten en Eten voor 3. En de rebound. Gracie Roberts. Ja, Lectatec controleert nu wat meer die verdedigende rebound. Dat is mooi. Julia Jongensma dreigt 2 keer met het schot. Die gaat genomen worden door Anne van Vlijmen. Jammer. Goede aanval, goede paas naar buiten toe. En technisch gezien ook gewoon een goed schot. Alleen weinig geluk. Nou, die moet je op de draai verdedigen. Kun je onderlangs gaan. Ja, kijken we in die transition nu wat kunt scoren. Mooie paas. Ja, die zal ze niet schieten nu. Maar is goed. Dit is goed wat Julia doet. En Anne weer vrij, maar die houdt op 3 punten even in. Ja, dat is natuurlijk, als je er 2 gemist hebt, dan ga je. Een rebound Charlotte van Kleef. Ja, maar Toom is nu wat balletjes van buiten. Dat is jammer. Dan had de aansluiting kunnen bekijken. Charlotte denkt van, doe maar. Ik zou daar als coach niet blij mee zijn. En volgens mij neemt ze dan ook een time-out. Screen op de bal, dat zou ik nu spelen. En dan kijk je juist. Zonde dat Anne die lay-up niet maakt daar. Ja. Ik zeg, ze missen nu een paar goede afrondingen in de aanvallen. Ja. Kijk, als je nu een score om de oren krijgt, doet het extra zeer. Dat gebeurt dan niet. Dat lot blijft Lectatec bespaard. Julia Jongensma pakte daar de rebound. Stiel, Lindsay Pengel. Wederom met die aanvalsopzet aan de zijkant. Net allebei Crazy helemaal vrij inside. Charlotte ook. 23-32, 9 punten voorsprong voor de Lions. Lectatec zal wat moeten aanpassen. Aanvallende rebound Lectatec. Timeout. Die is voor Lenslik Lions. Ja. 9 punten verschil. Ja. Geeft hij de bal aan hem? Geeft hij de bal aan hem? Van ons, toch? Ja. Als je verdedigd wordt door Nadine, gaat hij de bal halen.
Hebben die nog bij haar lopen? Nee, ze liepen naast jou, gewoon in de open. Iedereen was aan die kant. Jij stond hier en Nadine stond hier gewoon tegen jou aan. Oh, hoe dan? Ja, dat je de dribbel, bal halen en 1-1 speelt. Oké, out of bounds. The one who is defended by Nadine, so that will be you most likely. Or if she's on Renske, doesn't matter. Moet wel nu. We'll be here. Jordi, Lisanne. Degene die door Nadine wordt verdedigd hier. Ja, en anders ga jij hier staan. En de andere hier, dus Renske. Crazy, take the ball out. Set two. Good screens after. Hup. 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 Tactische aanwijzingen voor deze out of bounds. Ik zal nog even twijfelen of dat Lektatek de bal zou krijgen bij Jeroen van Vught. Zo, zo, zo. Charlotte vergat daar iets wat toch wel redelijk cruciaal is, de bal. En ook nu weer net niet, is wat te halen. Nee, goed. Veel druk. Knappe bal van Lindsay Pengel dat ze die nog omhoog kreeg. Ja. Kijk, mooie paas op Jordi van Kwesi. Het lijkt wel een trainingspaas in een ouderwetse Miller break. Ja, 25-32, 7 punten verschil. Nu weer een stop maken. Maar er zijn toch. Kijk, nu staat er Lois een vrije schot. En die gaat naar binnen toe, denk ik. Goed verdedigd hoor. Ja, ja. Prima. Renske Tol die toch ook wel behoorlijk wat minuten krijgt. Ja, dat is goed. Een drie puntetje van Renske Tol en die schiet er weer. Ja! Ah, beloont coach Jeroen voor het vertrouwen. Dat is goed. Help, goed geholpen. Deze bal moet je pakken. Goed. Rebound, Lisanne de Jonge. Nou, kijken of we aansluiting kunnen vinden. 4 punten achterstand. Lisanne de Jonge, paas naar Jordi Kampman. Extra voor Yveske Hoek. Nee, die gaan hem niet worden. Geen punt. Bij Karwei. Voor Lindsay Pengel. En bij... Wissels even weer aan beide kanten. Claire Heerman voor Lenslik Lions. En Julia Jorritsma komen op het veld voor Lektatek. Kijk, nu staat het beter verdedigd. Switchen, weer terug. Erop, erop. Goed zo. Oeh. Goed, kijk. Goed verdedigd. Is goed verdedigd. En nou, nou de rebound. We gaan pas door. We stoppen pas als de scheidsrechter fluit. Dat klopt. Maar toch leken er toch al wel een paar even af te haken. En dan krijg je toch weer de kans om dichterbij te komen. Dus kijk of ze welke aanval ze nu gaan spelen. Aan de zijkant openen. Snijden van Lisanne. Ja, en dit is goed. 1 tegen 1. Prima. Prima gespeeld. Extra paasje. Ah, jammer. Dat is duidelijk dat we nu wat ballen missen in de aanval. Dat is jammer. Want anders had je toch vrij makkelijk. Je controleert je de rebound. En nu maak je weer een goede stop in de verdediging. Mag daar veel hoor, inside in die matchup met Bettonville en de Jonge. Drie puntetje van Crazy. Hoppa! Laatste aanval van het eerste bedrijf is voor de Lions. Je hebt nog een foutje om weg te geven. Ze zeggen, kosten wat op dieren, zou je wat op kunnen doen. Ja. Kijk, dit is fout. Dit is goed, dit is goed, dit is goed. Hier zou ik geen fouten maken.
Molly McDowell in de buzzer. 31-34 en 1 gaan we rusten. Snel de eerste helft. Ja, sowieso. Een leuke wedstrijd. En dat zorgt ervoor dat we even op adem gaan komen. En dat we daarna in de studio toch even samen kijken naar de eerste helft. En ook even Dennis Vermeer spreken. Is goed. Dus tot zo.
Test. Ja, René, de eerste helft zit erop van de topper in de WBL tussen Lekkitek en Lenzlik Lions. Ja, dat doen we met een ruststand van 31-34 in het voordeel van Lenzlik. Nou, Lenzlik, Landsmeer begon heel goed. Ja. Heen turfje. Het begon heel goed. Ik vond dat het tweede kwart had Lekkitek wat meer de controle in de verdediging, met name de rebound. Maar ze laten eigenlijk na om dat voordeel te benutten in de aanval. Ja, we hebben helaas geen scouting, maar het schotpercentage is te laag, denk ik. Je mist wat makkelijke ballen, wat drie puntjes van buiten. Anders zou je denk ik wel voor staan. Ja, zeker in de slotfase natuurlijk zagen we veel gemiste schoten. Van, ja. In ieder geval aan de kant van Lekkitek om de aansluiting niet te pakken daar. Hey, als we even kijken, René, naar de stand in de WBL, want waarom is dit natuurlijk een topper? Hè? Ja, de eerste plek, de strijd om de eerste plek zal gaan tussen Grasshoppers en Den Helder Suns. Ja. En dan heb je Binnenland en dan natuurlijk Lekkitek en Lenzlik Lions. Dat kan je niet helemaal verstaan. Oh. Waarom is die vierde plek zo belangrijk? Wat is belangrijk dus? De vierde plek. Nou ja, voor thuisvoordeel. Dat zie je hier ook wel. Ik bedoel, hier train je. Lekkitek staat hier altijd te trainen en te schieten. En dat is een voordeel. En ja, eigenlijk moeten we dat vandaag ook zien. Ik zie dat niet terug qua schotpercentage. Je zou zeggen van de hal, je weet waar alles staat, het licht en zo. Dan zou je toch verwachten dat je wat meer ballen scoort. We hebben dat vorige keer ook al even benadrukt. Dat eigenlijk het schotpercentage gedurende het hele seizoen al een beetje lager ligt dan dat we gewend zijn van Lekkitek. Ja, en dat breek je, ook al sta je goed te verdedigen, kan je dat toch lelijk opbreken. Ja, want als we kijken naar Lenzlik Lions, zeker Charlotte van Kleef kwam enorm goed uit de startblokken. Ja, pakte een paar driepuntjes, maar goede scores inside. Lois pakte een driepuntetje. En ja, wat ik net zei, dat was in het tweede kwart gelukkig wat minder. Maar ja, dan verwacht ik eigenlijk wel dat je zelf die ballen er ook in gooit. Ja, want inderdaad, hè, kijk, als we kijken naar de punten, Charlotte van Kleef heeft er 16, Meertenen heeft er 5, maar Lois 3. Maar Lois doet wel echt heel veel werk, trekt heel veel aandacht naar zich toe ook, hè? Ja, dat klopt. Constant dreiging met inside, positie pakken naar buiten, goede screenset of zo. En nou ja, goed, dat heeft ze altijd wel gedaan. Ze speelt zuinig, maar goed. Zolang anderen de ballen erin gooien, kun je dat ook doen. Ik verwacht zeker wel dat ze aanvallen nog wel wat laat zien in het derde en vierde kwart. Zal een kritische noot bij Lekkitek mogen plaatsen? Is dan Lisanne de Jonge nog te weinig zichtbaar? Ja, maar goed, dat is ook een van de taken, denk ik, van Lois. Lisanne onder druk te zetten. Dus dat zijn we van tevoren ook. Hè. Van één van die twee gaat het moeilijk krijgen. Of Julia of Lisanne. Dus nou, als we nou inderdaad naar de scores kijken van de speelsters. Dan is dat nu Lisanne. Ja. Ben je het daarmee eens, Dennis? Het was of Lisanne of Julia die het moeilijk zou krijgen vanavond. Oh, je hebt het zelf nodig. Ja, nee. Ja. Dat zijn we het wel mee eens. Ja. We kunnen het zien, hè. Nou, wat we zeiden eigenlijk. Ze beginnen goed. Dus dat is mooi, scoren ook goede punten, inside, drie punters. Dat heb je de tweede kwart redelijk onder controle. Je kunt ook wat fast break lopen en dan verwacht je eigenlijk, oké, gelijk eroverheen. Maar dan vinden wij eigenlijk dat je te slecht schiet om dat verschil te maken in jouw voordeel. Ja, er zijn een aantal schoten die open zijn, die we ook zeker moeten blijven schieten. En als die straks gaan vallen, dan kunnen we misschien wel eroverheen. Ja. Doel je dan ook een beetje op Anne van Vlijmen, die misschien nog een beetje wedstrijdritme mist? Ja, ik denk dat je dat goed zegt. Een beetje wedstrijdritme wat er wel weer in komt. En dat zie je ook aan de passes en hetgene wat ze leest, wat weer goed terugkomt. Alleen is net dat laatste beetje dat finishje wat nog
Dat gaat vanzelf komen. Ja, want ze mist natuurlijk 2-3 punten op rij, 2 lay-upjes. Weet je, dat is natuurlijk voor haar zelfvertrouwen niet heel lekker. Hoe help je dan Anne daar toch een beetje overheen? Om weer in een ritme te komen en weer te kunnen scoren, moet je ook die ballen blijven schieten. En dat, dat zal ze moeten blijven doen. De ballen blijven maken, ze gaan vanzelf vallen. Ja, en bovendien moet ze gaan spelen. Je kunt ze wel op de bank zetten, maar daar heb je niks aan. Ook al is het wat minder. Het gaat toch om ritme, je teamgenoten. Ja, ze kan gewoon lekker pasen. En het zou mooi zijn als ze af en toe nog wat puntjes mee zou kunnen pakken. Maar dat zoekt ze zelf ook niet altijd naar. Ik vind Balvries af en toe ook wel een beetje, een beetje slordig. Hebben jullie daar nog iets van gezegd? Ja, het is met name het tweede kwart dat we 4 turnovers gooien. En dat, dat is zonde. Op het einde zie je wel dat we de bal weer controleren in de aanval. En daar komen de scores weer uit. En in ieder geval zijn we mooi teruggekomen dat het nog een wedstrijd is. Ja, Selgal gaat naar 11, 13, 15 punten of zo. En die pak je weer terug naar 3. Dus dat is mooi. En je weet waar je op moet letten. Een beetje agressieve close-out hoor we al. Molly McDowell die maakt nog die laatste bal, hè, echt in de buzzer. Is dat nog iets wat dan speelt in de kleedkamer? Of is het dan gelijk dat is geweest en door? Nee, het is positief blijven houden. We zien de laatste paar minuten zien we echt dat we met z'n allen aan het spelen zijn. Met de juiste intensiteit aan het spelen zijn. En daar is het op voortbouwen in de tweede helft. Dus met veel vertrouwen naar de tweede helft. Absoluut. Succes. Zeker. Dankjewel Dennis. Ja, nee, wij gaan hier ook weer. Dat is denk ik ook wel terecht. Ik bedoel, je kunt nog heel veel negatieve dingen eruit pikken. Maar je ziet inderdaad dat wat ze willen, dat gebeurt. En nu kun je alleen maar positief blijven en hopen dat er wat meer van die schoten vallen. Ja, want in principe doen ze de goede dingen. We gaan het zien in de tweede helft. We gaan nog 2,5 minuut rusten. En daarna zijn wij terug met de tweede helft van Lectatech tegen Landslake Lions. Tot zometeen. En daar is de eerste score
En dat brengt de stand gelijk weer bijna in evenwicht. En daaraan weer de transition. Oh, Lisanne raakt hem bijna kwijt. Anne van Vlijmen start nu. En dat is een mooie draai van Julia. En daar is de eerste voorsprong in het derde kwart. 35-34. Goed begin. Ja, René, we maken jou ook zo langzaam wegwijs hier in de techniek. Even de mixer aanzetten. En daar weer een steal van Lisanne. Open lay-up. Dus dat moeten twee punten zijn. En onze opmerking in de rust dat Lisanne wat achterbleef qua scores. Maakt ze gelijk eventjes goed. En komt nu al en 10 punten. Yves kan even gewoon uit die fouten blijven. Jordi op met dan heten. Afrollende spel. Kijk, dat moet je niet doen. Is dat nou een zone wat ik zie bij Lekker Tech? Nee, dat is gewoon met de mensen switchen. Maar dan komt de verkeerde insight op. En Lisanne denkt van, oké. Ik ga nog een keer. En, oh, slecht verdedigd. Geen helpside. En toch weer ook een leuk begin, hoog tempo. Goede start voor Lekker Tech ook. Ja. En dan gelijk weer schrin en rollen kan. En Anne. Anne blijft de initiatief nemen, wat coach Dennis ook zei in de rust. Dit moet je beter verdedigen. Fout van Julia Jorritsma. Oh nee, fout is van Anne van Vlijmen. Ja. Eerste fout van Anne van Vlijmen. Haar eerste. Krijg je hem terug bij de Lions. Lois Battenveld gaat de bal innemen. Lois natuurlijk met een verleden hier in Bemmel. Maar ja, ook afkomstig natuurlijk uit Eindhoven. Bij Almonte zijn ze begonnen volgens mij. Ja. Samen met de zusjes. Drie basketballende zusjes. Ja, die Lin, alle drie hier gespeeld hebben. Ja, Lin is al vrij vroeg teruggegaan, terug naar Eindhoven bij Almonte. Ja. En Jill speelt nu in Frankrijk. Oké, okay, dat is nieuws. Dat wist ik nog niet. Of is daar in ieder geval weer aan het trainen, zag ik. Ja, dat had ik wel gezien. Blokshot Julia Jongensma, daar was wel heel veel contact bij. Dit is goed, dit is goed, goede druk. Hier moet je even op helpen. Charlie uit de draai. Ja, vraag is of de bal erin geraakt heeft. Er is even overleg met de arbiters of dat deze binnen of buiten de schotklok is. Buiten, heel duidelijk. Vragen van regie of we hem even terug kunnen zien. Instant replay. Ah, belangrijk. En ook dit hadden wij goed gezien, Steven. En het blijft dus 37-38. Het wordt een schotklokovertreding. Soms denk ik wel eens dat ik scheidsrechter had moeten blijven. Ja. Maar ja, dan hadden wij hier nooit zo samen gezeten, René. Want jij en scheidsrechter zijn natuurlijk geen vrienden. Hè? Nee, dat. No. Het gaat steeds beter. Sinds ik niet meer coach, dan. Het is goed geduldig gespeeld. Mooie bal, lekker. Ah, kom aan, het gun je Anne gewoon dat deze bal valt. Ja. Dat is toch de derde, vierde waarvan je denkt van ja, voor hetzelfde geld gaan ze erin. Ah, dat is een verkeerde switch, want nu komt Anne onderin naar. En de
Tweede fout, Julia Jongensma. Ja, ik heb toch een beetje moeite met dat open op de zijkant wat Lektitek doet. Dat leverde in het eerste kwart een paar keer balverlies op. Nu zitten ze er toch ook weer aardig tussen. Dus ik zou kijken of je dat... Dat is wel iets wat we volgens mij bij de heren ook veel zien, hè? Ja. Openen in de side. Ja, en dan gaan die hand-off en dan switch en dan weer een screentje. Ja, dat zie je eigenlijk elke video die je opent, dan zie je die aanval wel. Maar voorlopig goed, zij er dus eventjes lekker twee vrije worpen in. Ja, oh, ja man, dus die brengt toch weer een klein gaatje. 37-40. Maar is het dan ook zo, René, dat je eigenlijk zegt van, jij bent daar niet zo fan van die ontwikkeling? Je hebt veel meer de bal in het midden, is dat nou jouw ja, ik heb het idee dat het dan al gauw 10, 11 seconden duurt voordat er iets gevaarlijks begint. Een drive mis. En dan zou jij dus eigenlijk zeggen, veel meer de bal vanuit het midden openen en het eigenlijk het traditionele ja, systeem. Ja, wat je nu hier zag, een opening via de post, gelijk pivoteren en dan ben je naar... Oh. Nou ja, blokshot. Is er nog iets overtreffender? Killer blok. Ja. Maar goed, Lions blijven in het bezit van de bal, dus kunnen nog steeds deze aanval succes. En als je dan Charlie van Kleef... Vrij laat staan, dan bereik je er niks mee. En we hebben weer 6 punten verschil in het voordeel van de Lions. Kijk, dit vind ik dan een betere opening en dan krijg je een hele lekkere open 3 punten. En vanuit het hoekje Jordi Kat, man. Dat is jammer, dat is toch wel haar spot en haar schot. Dat was het eerste schot wat ze neemt, denk ik. Ja. Ja, nou ga je toch 2-3 punten weer weggeven. 2 zelf makkelijke ballen mist. En 9 punten. We luisteren even mee bij Jeroen van Vught. Listen, we give them again 2 easy 3-pointers. Why? Now we start the same way like we start the first quarter. Because we show no energy. And if I want to see this, like I said, Tom side, pick and pop, Jordi weak side corner like we ran it last time. Yeah, because they are playing down defense, so the down screen, if can help. Yeah? Nee, die niet, die daarvoor, toen ze down screen ging zetten op Jordi. Daar gaan we niet heel veel uit hebben. Dus we'll pick and pop, en als deze dan komt helpen, dan hup, pass voor de weak side. But then play it like thumbs down. Yeah? The one, Lisanne. Step out, Julia, pick and pop, Jordi, stay in the corner. Ja? Hey, listen. Terwijl wij natuurlijk ook gewoon niet alleen maar commentatoren zijn, maar ook gewoon liefhebber zijn. Hebben we lekker een bakje chips tussen ons in, René. Hebben we lekker... Op de zondagmiddag. Het is alleen... Gezien het weer de verkeerde locatie, want dan zou je eigenlijk toch het liefste lekker buiten op het terras in de zon. Ja, dat hebben we al gedaan vandaag. Zeker. Lekker gefietst. Ja, en we moeten even zorgen dat we goede zin houden. Dus ik hoop dat Lektitek even een balletje erin gooit. Zoals Thomas Akda en Paul de Munnik openen in een hit, regent zonnestralen, hè, op een terras ergens in Frankrijk in de zon. Kijk, lekker veel druk op de guard, bijna balverlies. Mag wel veel hoor, ja, daar op nou, die... Ik vind, en als je dan nogmaals kijkt wat Yveske dan groter wordt. En dit dan allemaal mag. Ah, zo zonde. Voor de wedstrijd ook, maar ook zeker natuurlijk voor de Lektitekkers. Behalve de kijk, transition. Daar zoekt Charlie Moore. En Epiphany Agen, and one. Scoren is hit. Een fout is voor de nummer 15. Epiphany Agen, haar eerste. Dat brengt ons toch weer wat dichterbij in ieder geval. Kijken of de vrije worpen erin gaan. Yep. Mooi. Feilloos. Ah, het zijn ook 3 punten natuurlijk, dus dat is mooi. En zo is de stand 40-46. Stop maken. Ja.
Nou, de effectiviteit van Charlotte van Kleef daalt. Goeie keus. Lekker zo'n chipje. Ik zet je even uit, René. Zo, ja, ik ga zelf er bijna uit. Oh, dat gaan we maar niet doen. Nee. Dat heb je één keer gedaan, René. Dat is te verkeerd geweest, hè? Dat is genoeg geweest nou. Fout naar nummer 5. Ja, als je gewoon een positie houdt en niet je hand gebruikt, kan die scheidsrechter daar nooit voor fluiten. Maar niet met z'n vijf jongens, dan ga je van buiten wat weggeven en dan krijg je die 3 punten. Goeie rebound. Jumbo? Charlotte. Dat is toch geen jumbo, ze springt er bovenop de speelster. Ja, Charlotte van Kleef die voelt aan de nek. We kennen hier in Bemmel de bekende dweldag. Alleen, dit duurt nog wel even. Dat is ergens in juni of juli, toch? De derde zondag van. Augustus, denk ik. Ja, zoiets. Want daarna beginnen de trainingen van Betouw, ja? Ja, dus dat is altijd een groot feest hier in het dorp. Met allemaal dweilorkesten. Grote happening hier in Lingewaard. Klopt. En op één na grote happening is dan het basketbal wat hier gebeurt. Goed verdedigd. Ik denk dat... Er een time-out gaat komen. Als er nu een score komt, komt er een time-out. Meloes-Mielveen houdt hem nog op zak. En we zijn weer terug tot een puntje. 45-46. Oh, ik krijg insight van je tweede zondag van juni. Tweede zondag van juni. Dan is het de Bemmelse kermis waarna de trainingen beginnen. Dit is toch ook een fout, scheids. Maar goed. Blijf ik toch altijd een gek vinden klinken, René. Het is een good foul. Ja, anders... Kijk, het is onder floor. En dat betekent gewoon dat je opnieuw kunt organiseren. Ik snap waar die vandaan komt, hoor. Zo bedoel ik hem niet. Maar ik bedoel meer gewoon van... Het is een goede fout. Dat klinkt toch altijd een beetje gek. Een block shot. Onduidelijkheid op het veld bij Lions. Maar Meloes Nielveen grijpt nog niet in. Nou, druk op die paas. Kijk. Oh jongens, het ziet er even niet uit. Maar nogmaals, Betouwen krijgt gewoon die kans om beter in die wedstrijd te komen. En dat dwingen ze nu verdedigend af en dan moeten ze zelf belonen. Goed screen van Crazy. Zo. Onsportieve fout. Nou. In alle eerlijkheid, want laten we de balans wel houden, is dit geen onsportieve fout natuurlijk. Beide spelers proberen met de armen vrij te komen. Zou ik heel eerlijk zeggen dat ik niet heel goed zag wat daar gebeurde. Oké, en Crazy Roberts gooit ondertussen wel de vrijworpen erin. En we krijgen nog een keer de bal aan de zijkant, dus dat is mooi. Ja, de stand is in ieder geval weer gelijk, 46-46. Crazy Roberts. Maakt niet uit. Verzaakt de... team op voorsprong te brengen. Maar balbezit is wel voor Lek de Tech. Ja, zoek ze maar gelijk op.
Dan is dit veel meer een onsportieve fout dan wat er daarvoor gebeurt. Dus dan moet je hem eigenlijk... Maar ja, dan moet Lois het veld verlaten. Zullen we daar maar niet... Daar gaan we het niet op sturen. Dits van Straat daar, derde fout. Dits van Straat loopt inderdaad tegen de derde fout om. Scheidsrechter vraagt netjes of er even geveegd kan worden. Dat betekent dat Lectitec 4 fouten op het bord heeft staan. Lions 3. De Lions 3. Ik zou toch Lois weer even opzoeken. Of via Julia of via... Kijk. Ja, geef Lizan maar de bal. En oh, Lois is wel aardig aan het bikkelen hoor. Die douwt daar even Yveske Hoek door het screen heen. En dan is dit de fout van Gracie. Ja, zie, kijk, en dat zijn nou de dingen die ik niet snap. Derde fout, Gracie Roberts. En terecht dat Yveske even aan de scheid vraagt en die situatie ervoor. Penalty, dus dat betekent twee vrije worpen. Nou, nogal 1 minuut 51 te gaan, een gelijke stand en twee vrije worpen voor. Maar Loes van Nieuwveen probeert nu even de scheidsrechter te beïnvloeden. Heel slim. Lindsay Pengel. Loes Nieuwveen natuurlijk in Leiden heel erg actief geweest. Ook geprobeerd met Leiden te toetreden tot de WBL. Mm-hmm. Oh, pakt die rebound jongens. Ja, dat doet ze. En Lies van Straten die gooit de bal erin. Kijk, dat zijn die nuttige acties hè. Die er toch even weer een klein gaatje maken. Ja, zoek op in die 1 tegen 1. Misschien op de bal is weer een rol. Goed, goede drie punten, goede drie punten. Jammer. Ja, het is jammer, het zijn goede aanvallen. Inmiddels Molly McDowell, let op dit jumpertje. Die is er nu heel erg uit balans. Ja, slimme wissel. Renske zit in de wedstrijd. En Yveske, die wil je niet hebben dat ze nog gauw tegen het 1 tegen 1. Mooie bal. Zo hebben we gisteravond in de bekerfinale René Deborah Foster een hoop zien maken. Ja. En het publiek gaat erachter staan. Mooi. Kijk even of je uit de fouten kunt blijven. Ja, ik vind dat iets te makkelijk die positie daar inside wordt weggegeven. En wat ik al van tevoren zei, Lies van Straten pakt toch een hoop nuttige puntjes zo. Out of bounds. Volgens mij kan dat niet als er vier handen op de bal zijn. Maar goed, dat zal aan mij liggen. En opnieuw de laatste avond van het kwart naar naar Landsmeer. En dit hebben we eerder gezien. Maar iets anders slot. En iets anders slot. Tweede fout, Renskendol. Een stukje ervaring en je weet dat ze een actie gaat maken. Van Molly een beetje uit de concentratie halen met die late wissel. Ja, inmiddels hoop ik dat behalve de wissels, dat ze nu ook even die laatste 7 seconden georganiseerd hebben. Lectitec, die indruk heb ik eigenlijk niet. En dat hoort wel zo. Nou, in ieder geval gaat hij via Yveske Hoek. 5 seconden nog, kan gewoon een lay-up komen hoor. En
was dan 48-51 in het voordeel van de Lions. En de drie punten die we hadden bij de rust, die staan er nog steeds. Staan er nog steeds, ja. En zijn die autootjes inmiddels aan het rijden, meneer de coureur? Of, denk het wel. Dat ik coureur ben, hebben we natuurlijk in Katwijk ook gezien, René. Hè? Nou, nou, nou. Ik denk dat Jeroen er nog steeds nachtmerries van heeft. Zo'n vluchtheuvel. Ja. Ja, de races gaan en... Ja, ik zie het. Max rijdt op P3. Ja, ook 3 punten verschil. Of 3 seconden. Dus hij doet mooi mee. Ja, wat gaan we zien in het vierde kwart. Black Detect kwam goed terug. Ook voor. En gaf toen weer wat van die 3 punten weg, wat natuurlijk niet de bedoeling is. Zullen we even naar de topscorers kijken. Ja, dat is toch nog steeds Charlotte van Kleef, hè? Ja, Mitten heette 12, Charlotte van Kleef 19. En Julia 16, Lisanne heeft de aardig wat bijgesproken 13. Yves Koek 9, Tracy Roberts met die 3 punten met 5. Jordi Katman die bewaart haar kruid tot in het vierde kwart. Heeft er pas 2. Vorige wedstrijd schoot ze toen in het vierde kwart ook nog een paar 3 puntjes erin. Dus daar hopen we deze wedstrijd ook maar weer op. Ik vind dat ze Jordi weinig in stelling zetten. Dus ze krijgt weinig de bal. Ja, klopt. En dan, het staat goed te verdedigen vanavond. Houdt toch de guard Mitten een paar keer goed buiten die bucket. Zeker weten, maar ik bedoel meer, hè. Kijk, Jordi is natuurlijk een speelster die aanvallend echt het catch and shoot moet spelen. Ja. En niet zozeer zelf moet creëren. Laatste kwart, Lekker Dek, Landsleid Lions. Kijk, deze entry vind ik fijn, hoor. Ja, kijk eens even hoe Yveske daar aangepakt wordt. Dat is dat niet normaal? Ja, dat is een 1 tegen 1. Goed. Julia Jongensma. Ja. En wie anders dan onze Leentje die begint het publiek... Ja, dit zullen we even nodig hebben. ...op de hand te zetten. Ja. Ja, Charlotte van Kleef vrij. Ja. Ja, komen we goed weg dat hij eventjes het vizier niet op scherp heeft staan. Maar die kon rustig nog even de moeder bellen om te vragen of ze die bal wel moest nemen. Ja. Nou, out of bounds, baseline. Kijken of we daar iets goeds uit kunnen creëren. Moeder Ingrid van Kleef natuurlijk ook zeker bekend in deze regionen. And one! Oeh. Nou, dan had ik het. Wij hadden het daar vrijdag over, al even op de stream. Maar ook zaterdag met bijvoorbeeld de Gertjan van der Linden even. Mm-hmm. Kijk, met dit soort foutjes... Dit moet gewoon, als je die fout maakt, dan moet je hem harder maken. Want ja. Het kan niet zo zijn dat Lisanne die bal nog zo gecontroleerd omhoog kan krijgen. Klopt. Maar als je probeert gewoon de bal goed te blokken, dan wordt het ook geen opzettelijke fout. Maar we hebben wel 2 punten erbij en weer een voorsprongetje. Maar natuurlijk, je moet niet gaan hakken. Nee, maar nee. Je kunt de fout wel slimmer maken om te zorgen dat ze of nog op de vloer zijn, of in ieder geval... Ja. Geen end once. Charlotte van Kleef over de ring heen. Kijkt ook even naar de scheidsrechter. Had toch het gevoel dat daar iets aan de hand was. Nou. Kijk, dit is goed. Dit is goed. En die hoop je dan. Dat die valt. Dat die valt. De bal is voor Lektetek. Goeie actie van Crazy Olmos. Ging nog eventjes in de rebound. Mirte den Heten en Claire Heerman komen voor Molly McDowell en... Lois Battlefield. Ja. Ah, ik vind het toch echt leuker, René, om Lois weer terug te zien op de Nederlandse velden. Hoor. Klopt. En Lisanne pakte schot uit de out of bounds. Helaas mis. Maar dan krijg je toch weer Charlotte inside vrij. En dan moet je gaan helpen. En dan schiet Meert in de 3 punten en dan is daar weer de voorsprong voor Lions, 52-54.
Dat wordt toch een wedstrijd, René, die we denk ik in de laatste minuten pas beslist gaat worden. Dit is goed, dit is goed. Dit pakt er 1 tegen 1. Goed, zo. Geen fout. Jordi Kampman, nee. Nou, en dan moet je niet gaan spelen alsof het al 1 minuut voor het einde is. Gewoon met overleg, goede schoten pakken, goede 1 tegen geduld. Maar Meerten en Heten was van plan hier om de wedstrijd in het slot te gooien. Ja, rust is nu belangrijk. En beide teams vergeten dat even. En dat doen ze denk ik om het publiek een beetje in paniek te brengen. Dit is goed, die switch is ook goed. Dit moet je niet switchen, want dan krijg je Lois inside. Claire Heerman, een hele harde close-out op Claire Heerman. Die we toch nog niet dit soort ballen hebben zien raak schieten. Nee, maar goed. Ja, en dan Crazy maar voor de 3. Nee, ja. 2 met de voet op de lijn. Ja. Teen op de lijn. Als we de teenaars had geknipt vanmorgen, dan was het een 3-punter geweest. En Yves geeft bijna de bal. Ja, dit gaat nog spannend worden, collega Teunis. Ja. En we hebben nog geen spannende wedstrijden gehad dit weekend. Meerten en Heten, knappe bal. Ik begreep net heel even over de socials heen scrollen dat Donar vanmiddag ook naar 2 overtimes had gewonnen. Oh. Zou het hier ook een overtime worden, want het is weer gelijk. 56-56, Meerten en Heten. Die ik even als in het begin in de voorbeschouwing toch als zeer nuttige speelster betitelde. En ik krijg gelijk, want ze scoort al 17 punten. Meerten heeft ook al op veel locaties in Nederland gespeeld. Ook in Barendrecht, weet ik. Travel, ja. Maar zit hier wel op de plek, denk ik. En Liesverstraat loopt denk ik tegen 4e foutje aan, ja. Correct. Liesverstraat haar 4e fout. Had wel een positie, maar... En Lois komt weer terug voor Charlie. Ze zullen ze hier noemen. Ik weet niet of ze in Amsterdam ook zo heet, maar... 2 maal Lisa. Vrijworp is mis. Voor mevrouw de Jonge. En de tweede die is wel raak. En ik verwacht eigenlijk ook binnenkort Anne wel weer op het veld. Na een wissel te zien. Goed verdedigen van Lisanne. Druk op de bal. Goed zo. Helpen. Fout gefloten tegen de nummer 6, Jordi Kampman. Haar eerste. Op zich een terechte fout. Eerste fout, Jordi Kampman. 2 maal, Lois Bettenville. Kijk, als ze de vrijworp ook alweer getraind heeft. Ik denk dat ze die met de ogen dicht nog maakt, nee. Jij zegt het. Was wel grappig om te zien. Victor Mits van het programma Mindfuck. Ja. Die heeft ooit een keer als Inlandsmeer in de indoor ICL, Indoor Centrum Landsmeer. Een onderzoek gedaan over dus het schieten van vrije worpen geblindeerd. Ja. Met of zonder vertrouwen. Oké. Okay. Dat is, staat op YouTube. Is echt een onwijs leuk stukje om nog eens terug te kijken. Dit was even een rommelige fase. Dat kunnen we niet hebben. Maar dat betekent dat... Kijk, dit moet je niet switchen. Oh, daar heb je geluk. Fout van Gracie. Maar dan zetten ze dus een schutter op de vrije worp. Blijft spelen volgens mij van de heren van Leslie Lyons, als ik me niet vergis.
En die schiet 10 vrijworpen blind. En, ze laten hem echt geloven dat die eerste bal raak is. Hè. Dus echt die, nou ja, vervolgens schiet hij dus ook echt duidelijk raak, raak, raak. Okay. En daarna doen ze hetzelfde, maar dan praat ze hem helemaal de grond in. Ja. Nou ja, dan vervolgens wordt het airbal naar airbal. Dus dat is wel ja, toch ook het mentale aspect wat daarbij komt kijken. Meert in een hete. Maakt het verschil weer 3. Lois is er wel echt ook even een tandje bij gaan schalen in het spelen van fysieke defense. Ja. Pak ze. Ah, die moet je 1 tegen 1. Kijk, 1 inside. 3-puntertje, goed van Lisanne. Ja, ja. Ja. En dan is de stand weer gelijk. Ja. Wederom gooit coach Nieuwveen haar charmes in de strijd. Dus ja, en er is geen rol. Geen rol, maar wel een kikker. Ja, dat is een fout. Het is belangrijk om er nog eventjes daar aandacht aan te besteden in die fouten. Claire Heerman, haar eerste. Ja, Gracie Roberts op 4 en Lies van Straten ook op 4. En Lies van Straten staat wel op het veld. Gracie Roberts zit op de bank. Oh, mooi. En de scoren vallen van Vlijmen. En we pakken weer een voorsprongetje hier. Het publiek zit er weer in. Leentje doet haar best. Claire Heerman met het antwoord. Stand weer gelijk. Simpel backdoortje, dat kan niet. Berijn. Zo even iets op zweepunt. Ja. Yeah. Julia Robertsma scoort 64-62. En we kruipen naar de 3 minuten. Coaches hebben nog genoeg time-outs. Dus kan ook van alles hier besproken en gedaan. Oké, dit is goed wat Jordi doet, dat hij of die paas niet inside gegeven kan worden. Loopovertreding. Meerte doet nog iets te veel. Dat is jammer. Dan speelt de puikenwedstrijd. Nu 2 keer een snel schot, wat niet zo gelukkig was. En deze actie. De vloer is weer droog, dus we kunnen weer door. De arena is schoon. Oeh, dit is een vervelende stop. Ja, slordigheid, slordigheid. Maar een mooie lay-up voor Lies van Straat. Een goede stop van Leslie Lions. 64 gelijk. Dus, denk ik. We hebben nog 10 seconden tijd genoeg om wat goeds te verzinnen. Dit niet. Ga ik toch liever voor die 1 tegen 1 om te kijken of je nog inside wat kunt doen. Kijk. Lois Battleville, Riemann Anne van Vlijmen. En we hebben een voordeel in een aanval. Kijk. 5 tegen 4. And one! Het is niet te geloven, maar ook deze had wel verdiend om erin te gaan. Maar we hebben de vrije worpen. Charlotte van Kleef komt terug bij Lens Lake Lions. Lions, Charlotte van Kleef terug. Politie van Straten, en dan krijgen 2 vrije worpen. Allemaal voor mij. Thank you.
Helaas mis. Nou, dan deze hem erin. Kom maar, Annie. Charlotte Verkleef drukt hem zelf maar af. Ja. Dit is hoe spannend basketbal kan zijn. Hè? Een puntje-puntje wedstrijd hier net het verkeerde hand aangepaast. Goed opgepikt door Claire Heerman. En we gaan de laatste 2 minuten in. En hier ook weer opgepikt door Anne van Vlijmen. Waar ja. staat de pijl naartoe? Die staat voor Lions. Dat is jammer. We hadden bijna het balbezit. Maar dan is het geen nieuwe 24. Maar ik weet niet waar die wel op stond. Dus ik zeg niks. En nu de rebound hebben. En dat heeft Anne. Heel goede actie, heel goede actie. Jordi, Lisanne dan voor 3. Voorkant ring. Ja, iets te snel denk ik. Ik denk dat de timeoutjes nu gaan komen met nog 1 minuut 20 op de klok. En ik denk ook dat het voor Lectatec belangrijk is om nu even snel een fout te maken. En de rebound te pakken, dat is netjes. Ja, ja. Thijs Volman merkte dat gisteravond ook op, hè, dat Den Helder heel lang laag in teamfouten bleef. Ja. En dat je dan toch in de slotfase foutjes tekort komt. Derde fout, Lois Wettenwil. Dus Lectatec heeft nog 2 fouten om te geven. En we zitten in de penalty. Ja. 2 maal, Julia Jansma. Nou, deze worden belangrijk. Ik had eigenlijk in deze fase Molly nog wel op veld verwacht. Maar goed. Julia Jongsma op de lijn. Benut de eerste. Maakt de stand gelijk. 66-66. Met 1.11 op de klok. Ik denk dat een 3-puntje nu beslissend is voor de wedstrijd. Dus laten we even kijken of ze de shot eruit houden. Marloes houdt de time-out nog op zak. Ja. En daar komt de. Nou. Derde fout. Is Boom. Terecht gefloten. Ja. Puntje van je stoel van de wielen. Zeker. Goede defense op de autobound. Goede defense op de autobound. Dat kun je hebben. Geen fout maken. Druk geven. Geen fout maken. En zorgen dat ze de 3 punten niet gaan schieten. Nee. Maar dan heb je zelf nog een aanval. Lindsey Pengel met de step back. Oh. Timeout. Yeah. Lectatec. Sterke stepback hoor van Lindsey Pengel. Ja, sterke scoren, onverwacht. We gaan luisteren naar de time-out. Ja, dat zijn ongetwijfeld aanvallende instructies. I want in this offense, we take the ball out on the other side, so we go full court. Yeah? I want Lisanne dribbling the ball up in the middle of the court. I want Jordi. Julia, Yveske, let's switch it up, my bad. Yveske, Jordi. So Jordi in the ball in the, on the other corner. And then Anne, weak side corner. Yveske, I want you to sprint to Lisanne. And then don't set the screen, but ghost it. And Julia set a little flare. Lisanne, see if you can attack, if they help from both sides. If they help from me, Jordi, if they help from weak side, Anna. Yeah? Right. So play it. Lisanne gaat de bal dribbelen. Ze kiest ervoor om over het hele veld de bal in te nemen. Ja.
En dus we gaan een sprint in de Yveske Hoek zien. Ja, wel pas op 14 seconden geloof ik dat Jeroen net nog zei in de... Rensleek matcht up. We hebben tijd genoeg natuurlijk. Yveske sprint. Ghost. Ja, dat is een fout. Op zich nog ook wel een goede fout, denk ik. Lindsay Bengel haar eerste fout. Het spook Yveske Hoek. En Ghost screen. Ja. Oeh. Ja, maar goed. Eén erin. We zijn ook alweer tevreden op dit moment. Ja, dan gaan we toch even die overtimer nemen waar we het net over hadden. Ja. Tight standings, maar geen time-out voor Nieuwveen. Nee, dat had ik eigenlijk wel verwacht. En de coach ook, want hij heeft niks voorbereid, denk ik. Dan krijg je niet switchen, dan krijg je iets verkeerds. Oh, er staat helemaal iemand vrij. Oh, blokshot Jordi Kampman. En de hele bank van Lions 15, wilde daar een fout. 15, ze moeten de tijd in de gaten houden. Zoek Julia. Ja, of Lisanne. Screen voor Lisanne. Die daar tegen een score loopt. Nee, 3 seconden. 2, 1. Fout maken. En we gaan verlengen met 5 minuten, René. Dan krijgen we een overtime. Ja, jongens. Wat een actie daar onder het bord. De blok. Sorry schat, het duurt nog even voor ik thuis ben. Ja. Zet zijn microwave nog maar niet aan. Ik zag net dat ze eten besteld had, dus het wordt toch wel... Ik denk dat ik zo weg moet, René. Oké, 68-68 verlengen. Het zal een puntje wedstrijd zijn. Ik zie nou niet opeens dat een van deze beide teams zo 6-9 punten... Maar het is ook wel, René, hè? Die laatste aanval. Het lijkt ook wel een beetje alsof het allemaal wel geregisseerd moet worden. Want die laatste aanval van Lectatec was natuurlijk was natuurlijk niet best. Die zal er niet 1 tegen 1, maar aan de buitenkant gebeurde er niks. Hè? Dus... Ja, dat klopt. Nou, wij zijn... Bij de nationale teams altijd voorstander geweest dat je in die standaard situaties zoveel seconden doen we dit, zoveel seconden doen we dat, hebben we dit, dat nodig. Zodat een simpel call van een spelletje genoeg is om de organisatie te krijgen. En dat doe je meestal elke training de laatste 5 minuten deed wat special plays doorlopen. Zodat er ook vastigheid in zit. Schrik me kapot. Hey, maar nou is het wel, René, nou is het een voordeel dat je niet die fouten net hebt gemaakt. Want de teamfouten neem je mee naar de verlenging. Ja. En beide coaches hebben nog 1 time-out in deze overtime. De apparatuur wil nog niet. Nou... Maar dat ligt aan de scheidsrechter sowieso. Ja, tijd voor een commercial break. Ja, maar ik zie dat Jeroen gaat helpen. Dus ik denk niet dat Jeroen een commercial gaat starten nu. Nee, anders zal ik wel even onze sponsors dus 123 Inkt punten kunnen noemen. Ja, Lectatec. Vriendenloterij, Eetwinkel Polly, Derks, jouwgebit.nl, BMAP, Broeks, Cool at Work en Goed Geregeld. En niet te vergeten, wilt u een lekker palinkje roken, dan neemt u houtmeel van BMAP. Ja. Zo, René, word jij gesponsord ondertussen of zo? Nee. Ik zie jou straks nog net zoals van Coast op P stiekem met een logootje op je blouse. We gaan kijken, verlenging, 5 minuten. Kijken of Anne nog... mooie paas. Jammer. Je doet jezelf tekort. Nee. Switchen. Ga naar onderlangs. Klein Heerman.
Succesvol. Heerman. En daar moet je dan misschien toch maar die fout maken dan, hè? Op de vloer nog. Ja. Kiefke Hoek. Drie puntetje. Nee, rebound Jordy Kampman. Ja hoor. Nou. Er is ook een gedeelte van de ledboarding uitgevallen inmiddels. Ja, en die moeten overtime. Hebben we de huur niet betaald? Zou goed kunnen, maar laten we eens even kijken wat we doen. Ja, dat zou ik ook nog zijn. Julia gewoon eventjes... Ja. Twee vrijworpen voor Julia Jorritsma. Nee, baseline geeft hij, maar dat is toch teamfouten, neem ik aan. Ja. Ja, dat is vrij logisch, denk ik. Hij wordt gecorrigeerd door zijn collega. Dus twee maal. Julia Jorritsma. Die inmiddels al op 22 punten staan. En dat blijft zo, helaas. Wat verdorie nog aan toe. Als goed is, moet er nog een puntje bij. En dat klopt, 69-70. Ja. Lindsay Pengel voor de Lions. Inmiddels is ook Lies van Straten weer terug op het veld. Anne, lekker veel druk, is goed. Nee. Charlotte van Kleef vrij voor 3. Oh, goede tip van Lisanne voor dat Loista. Oh. De speaker zag het ook. Dan krijg je weer het screen aan de zijkant. En Jordy vrij. Zal toch. Anne vrij. Klok gebruiken. Oh, fout van Lies van Straten. Dat is de vijfde. En twee vrijworpen. Daar komen we goed weg. Dat was een kort optreden van Lies. Lies van Straten, haar vijfde fout. Lies verlaat het veld met 6 punten, maar heeft heel veel belangrijke dingen gedaan in de rebounding, in de screens. Nou ja. En weer om twee maal. De onzichtbare stats. Yes. Die gaat erin. Bij winst denk ik dat het Leg Detect een enorme boost gaat geven. Ja. ...71-70 voorsprong van Leg Detect. En het is belangrijk om nu de stop te maken tegen de Lions, Landslake Lions. Hier moet Jordy nemen en dan niet switchen, zo ja. Zo. Oh! Oh. Fout. Zal niet waar zijn. Hij geeft hem wel. De fout gaat naar Julia Jorritsma, de derde. Nou. Het is toch niet te geloven. Derde fout van Julia. Vierde teamfout, leg dit weg. Maar goed, hij moet eerst nog maar even invallen. Ja, dan zeggen ze wel eens bal door het laai, hè? Yes. Heel opvallend dit. Ja, en de stand is weer gelijk. Ja. Met nog 2 minuten 40 op de klok. 71 gelijk. Ja, ga maar. En die valt goed. Mooi. 73-71. Niet die switch. Oh, blockshot. Lisanne de Jonge. Deze keer niet afgefloten voor een fout. En het is nog steeds. Oh, zonde.
Gaan we. Ja, doe maar Lies. Terug naar Lies. Oh, zo. En dit is dan geen fout. Nou. Dat was echt een fout. Echt een fout. En dus. Fout van Lisanne de Jonge. Twee vrije worpen. Tweede fout, Lisanne de Jonge. 27 punten al voor Julia. En die lay-up hier was net heel belangrijk. Zat ook een hoop contact bij. Ja. Nou, Mirte, ook voor een belangrijke situatie. En die komt aan 20 punten. Dat is goed, dat is dan 73-73, ja, toch? Ja, dat klopt. Weer gelijk. En one on it. Focus op de vrije worpen nu. Kijk. Kom aan, Anne. Ja, en het is raak. 1 punt voorsprong, Electrotech nu weer. Hornside. Ja. Met Charlie en Lois. Die moet je niet goed zo. Oh ja. Goed opgestapt daar ook. Dat is 3 seconden uit mij, maar oké. Okay. Dan gaan we 3 punten, Lois Bettonville. Oh. Dat is een belangrijke. Een beetje off-balance. Ik kan me herinneren dat Lois die ooit ook een keer schoot in een finale in de Bonger tegen Binnenland. En nu het balverlies. Dat is wel heel slechte paas van Lisanne, waar Lois met de hand tussen zit. Dat was Lois toch die 3 punten neemt toch wel, hè? Joe. Dat was Joe, oké. Okay. Oh nee, uit de out of bounds of zo. Ja. Ja. En weer een 3 punten. Dat is geen goed schot. Ja, en nu moet je scoren. Links of rechtsom. Oh. Geef hem maar, ja. Alleen een beetje te hard. Nog een keer. Wat gaan we doen, Yves? Oh, dat is jammer. Wel 2 vrije worpen. De fout voor Charlie van Kleef. Ja. Tweede fout, Charlotte van Kleef. Even kijken of er nog iets van de coaches te verwachten is. Ja, ik denk dat Jeroen sowieso als Lens Leek gaat scoren een time-out gaat nemen. Maar het is 24 seconden nog maar. En de stand moet eerst maar eens gelijk komen. En daar komt hij ook. Nee. Maar wel van de rebound. Oh, hele goeie. Rustig. Balans. Goed zo. Juist. 4 seconden. Dat heeft Anne niet gezien, denk ik. Maar Julia wel. Ja! Dat is Time-out. Ja, de stand staat nu verkeerd op het scorebord. Er komt een tijdcorrectie. Ik zie dat Jermel Abrams gigantisch fanatiek naar Rizko Abdullah loopt. Van de tijd stond nu op tijd stil. We gaan het zien. Okay, we luisteren naar Jeroen. Concentratie. They will take the ball out over here. What I want. Just man to man. Yeah, but if they go for a down screen action or anything, every screen I want to see a switch. But switch underneath. So if we switch here, I don't want to see, let's say, the best ball here, and this one is setting like a down screen or anything, that this slips open. So on every switch, I want to see contact. Contact. Yeah, so let's say they run a staggered situation. Yeah, I want to see switch. Switch. Go. Yeah?
let's go. Hey, go. Very important. 8,4 seconden, er komt een seconde bij. Nou René, we gaan hem krijgen, de out of bounds. Met 8,4 seconden op de klok. Jeroen heeft nog een time-out. Krijgen ze de bal in? Ja, bij Charlotte van Kleef. Lindsay Pengel hier tegen Yveske Hoek. Oh, 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 oh. Twee vrije worpen. Wat is dit dan weer van fout gefloten? Twee vrije worpen in ieder geval van Lindsay Pengel. Nou, ik weet zeker als de tweede zit dat Jeroen een time-out gaat nemen. En dan moeten we dan al assistentcoach moet out of bounds alweer op het bordje hebben getekend. Even kijken. De eerste. Ja. Ja, tweede mis, dan moet er een snelle aanval komen. Ja, time-out. Dat is een 1-2'tje. Ja, kijk, waar gaat Jeroen? Waar zou Lekker Tech voor gaan? Ik denk gewoon voor een lay-up, toch? Ja, dat denk ik ook. Oh, maar wat een heerlijke wedstrijd, René. Waar nog een mooi einde aan moet komen, Steven, out of bounds. Ja, laten we het hopen dat er een mooi einde aankomt. Ik ben voor. Ja, de scheidsrechters staan al klaar ook voor de inbounds op de aanvalshelft, maar Edward van Ruiven kijkt even mee wat er gaat gebeuren. Ik snap niet waarom. Hij wil de bevestiging weten dat Jeroen hem op de aanvalshelft wil hebben. Dus even kijken wat we nu op zich genoeg om backscreen. Ja, tweemaal. Ja. Ja. Goeie out-of-bounds. Fake schrintje stappen. Mooi. Alleen nu staat er wel weer heel veel druk op deze vrije worpen. Vijfde fout van Loijs. Dus als er een overtime komt, moet Landslake Lions het doen zonder Loijs en zonder Lies. Ja. Maar goed, het kan ook nog anders eindigen. En toch. Ik ben helemaal hot, zegt ze. Prachtig, mensen, Molly McDowell. Oeh, we gaan sowieso verlengen, René, nog een keer. Maar we gaan liever voor meer. Niet. We gaan voor meer. Geen fout. Nee, ze heeft geen time-out meer. Nee. Zeker. Hallo, dat staat een speelster van ons op de vrije hoorplein. Niet flauwekul, hè? Ja, maar Luce gooide de Charmers in de strijd om nog een time-out los te peuteren. Hij trapte zo in. Nee. Ah, dit is niet erg, want de klok loopt en de wedstrijd gaat nog een kwartje door. René, zullen wij alvast met de nabeschouwing beginnen, want dan kan ik in ieder geval zo gelijk naar huis.
Nee, we checken even hoe Maxje staat. Maxje zit op de bumper van Leclerc, zie ik. Oh ja? Ja, die zit er bovenop. Op de achterbumper? Ja. Ja, niet dat hij vorig jaar net zoals Lewis Hamilton, of in ieder geval net zoals bij Lewis Hamilton, er bovenop staat. Eerst maar dit even goed afmaken. 5 minuten, we gaan verlengen. De bezoekers hier in het Sportcentrum De Kooi krijgen waar voor hun betaalde geld. Dat klopt. Ja, dat zal Lions nu inderdaad moeten doen zonder Lloyds Battenfield die met 8 punten en 5 fouten op de kant zit. Net zoals Lies van Straten met 6 punten en ook 5 fouten. Dus dan komt denk ik het scoren op de, ja, meer dan hete 21, Charlotte van Kleef 21. Ja, het zal nu echt bij Charlotte en Meerte vandaan moeten komen en bij Molly natuurlijk, niet te onderschatten. Klopt. Want die zal ongetwijfeld nu weer op de vloer komen. We verlengen ons basketbalweekend nog een heel klein beetje. In ieder geval nog met 5 minuten. Dan gaan we voor de tweede overtuiging. En we zien een andere verdediging. Ah, dat vind ik interessant altijd. Kijken of je nou gelijk balverlies kunt afdwingen. Kijk. En dat rebound. Goed. Goed zo. Een zone van Lactitech 2-3. En dat levert een reboundje op. En, schiet dan. Nee, dat doet Lisan. En Jordi uit de hoek. Ja, dit is nog veel beter. Maar Jordi nog niet lekker in de wedstrijd met die 3 punten. Claire Heerman nu voor de Lions. Ja, die toch ook zeer nuttige minuten heeft gemaakt. Ook al 8 punten heeft volgens mij. Dit is goed verdedigd. Even helpen. Goed verdedigd ook. En de bal gaat naar... Een fout denk ik. Hè? Ja, het is een fout, maar wel van Julia Jorritsma. Ach nee toch. En dan krijgen we 2 vrije worpen. Dat is de 4e voor Julia. 4e fout. Julia Jorritsma. 2 maal meter de meter. Oh, de trommel is erbij gepakt. Ja. Tracy Roberts. 78-80 in het voordeel voor de Lions. Balbezit voor Lactitech. 4 minuten 10 te gaan. Oeh, goede verdediging hier wel hoor. Lekker fel. Aanvallende fout. Oeh, 2 fouten op rij voor Lactitech. Dat is niet, dat is geen lekker begin van je derde overtime. Nou, deze zag ik trouwens ook helemaal niet. Zo was een man eigenlijk al voorbij toen contact om. Ja, dus. Maar goed, we hebben tijd genoeg om dit te herstellen. Eerst maar even deze verdediging organiseren. Ze staan toch nu weer in een man-to-man. Fout Gracie Roberts, dat is haar 5e. Graven laat het veld met 7 punten. Er gaan nu al heel veel fouten tegen. Maar ja, vervelend die 5e fout, maar nog veel vervelender dat Meert in een heet op de vrije worplijn staat. Ja, je maakt er net. En zo lijkt het kwartje toch een beetje richting Landsmeer te vallen.
Ja. Maar zoals een befaamde uitspraak, to finish first, you first have to finish. Dus we gaan... Dit is goed. Scherruk. Ja, ik zou dit heel vaak doen. Of Julia op de kop en 1 tegen 1. Of Lisanne op de kop, 1 tegen 1. Ja, het eigenlijk de enige die nou daar nog wat tegen kan doen is Charlotte van Kleef. Ja, want ze is de lengte is gewoon weg. Twee fouten heeft, dus daar is nog niks mee aan de hand. Ja. Fout meer te den heten. En Julia Jongensma mag opnieuw naar de lijn. Een domme fout. Meer te den heten, haar eerste fout. Ik zou toch nog even een keer die zone neerzetten. Gewoon even kijken. De eerste keer leverde gelijk een verdedigend reboundje op. Toch een iets andere opzet. De centers zijn er eigenlijk een beetje uit. Wat een druk ligt er nu op die schouders van Julia Jongensma. Voor deze twee vrije worpen. Nou, de eerste gaat in ieder geval feilloos in. En ze gaat naar de, kun jij het zien? Jij niet, nee, 33. Waarom moet daarom gelachen worden? Ik bedoel, het is op 50 meter afstand. Ja. Oh. Ja, ja, die had ik kunnen hebben. Hebben, 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 hebben. Dat is een foutje, ja. Dat kan. Laat die handen nou gewoon heel even thuis. Derde fout, Anne van Vlijmen. En naar de vrije worplijn, Lindsay Pengel. Zo wordt het heel laag. Ja. Dankjewel voor de bevestiging, Wim Biesters, dat het heel laat wordt als we zo doorgaan. Kijk. Ja, we hoeven niet om 7 uur, hadden we niet klaar hoeven zitten voor Studio Sport. Want, nee. Want er is geen voetbal dit weekend. Nee, dat klopt. Nou, pak die rebound. Dat is een belangrijke nu. Die is voor Molly McDowell. Dat zei ik. Pak die rebound. Charlotte Kleef. Ja. Money. Charlotte. Ja, het begint gewoon bij de rebound. En dan kun je weer helemaal opnieuw. Het is weer 3 punten. Nou, Lisanne heeft de bal. Slechte passes inside, zeg. Dit is een goeie. Antwoord van Lisanne de Jonge. Ja, ja. Ja, ja. Het is toch een mooi potje aan het worden. Zo, 85-85 in de tweede overtime. Sorry als de neutraliteit er een beetje afgaat, maar ik zit op een puntje van mijn stoel. Ja, die is eraf, die is eraf. En nou gewoon daarbij blijven, zo ja. Ah, kijk, in principe heb je natuurlijk ook... Molly, nee, 4 seconden, schotklok. Meerte den Heten, nee, rebound, Yves Koek. Ja, goed zo. En geen fast break, maar wel een... Ja, goed. Niet doen, rust. En nu rust. Ja, lange aanval maken. Goede, solide score. Dat is een goed hoekje hoor van Julia. Alleen helaas niet het gewenste eindresultaat, Julia Jongensma. Blijf uit die fouten. Charlotte van Kleef in het pick and roll. Ja, dat ze gewoon lekker switchen. Dan gaan ze nu zoeken. Dan gaan ze... Zo, dat is een... Lisanne de Jonge met de fout. Maar ik denk ook, oh nee, Anne, knie. Oh, of is het kramp? Denk kramp. Derde fout voor Lisanne. Ah, die vrijworpen, de druk wordt groot. Die vrijworpen moeten nu... Maar ja, René, ook, dat is toch gewoon een lopend screen? Ja, tuurlijk. En nou snap ik dat je als scheidsrechter op zo'n moment die wedstrijd niet wil... beslissen. Hè? Je wil niet daar nu die aanvallende fout, wil je niet. Je moet hem 100% zeker weten, wil je hem pakken. Maar dit hadden we wel moeten zijn. Ja, echt wel. Ja, wie ga je nu brengen? Ga je Aya de Riep of laat je anders staan? Ik denk Renske, even voor de rebound en dan weer terug. Wat gerust voor Renske Dool. Claire Heerman op de vrijworp blijft voor Landslake Lions. Kan in de dubbele cijfers komen als ze die gaat scoren, maar dat... Oh, via het bordje.
Kruiber toch... Dit mag niet gebeuren wat hier nu gebeurt. Anne van Vlijmen zit alweer klaar voor de wissel. Ja, maar de klok heeft niet gelopen, dus hier komen we goed weg. Ja, ken je regels, hè. Maar goed, er staat weer druk op, want er moet een score komen. En we zoeken Lisanne de Jonge. Misschien op de bal. 13 seconden schotklok, Anne is er bijna. Zo, dit is toch ook een fout, jongens, kom op. Fout. Hallo dan. Ah, stopmaken nu. Ja, tuurlijk, en terecht dat Jeroen van Vught hier iets over vraagt. Vier situaties aan de andere kant levert fout op. En dit is dan helemaal niks. Dat kan gewoon niet. Molly McDowell verliest hier de bal. Geeft hem aan Yveske Hoek. En de pijl wijst naar Lectatec. Eén minuutje nog. En ik weet niet bij hoe het bij u thuis gaat, maar... Ik hoop dat u lekker op de bank zit, maar wel richting het puntje kruipt. Want het is een heerlijke slotfase van dit leuke duel. Tussen twee teams die echt aan elkaar gewaagd zijn. Het belooft wat voor de play-offs. Ah, dit laat toch echt weer de klasse van een Anne van Vlijmen zien. Nee, ja. Even kijken wat we nu met de vrije open doen. Ik denk ook als de. Nou, dat is nog een beetje vroeg. Ik denk als de tweede raak is dat Marloes naar een time-out gaat. Maar het is nog een beetje vroeg. En om eerlijk te zijn, zag ik deze fout ook niet helemaal. Maar dat maakt niet uit. En dan zeggen we ook hier dat de bal vaak niet liep. Yes. Ja. Eén puntje voorsprong, Lectatec. 88-87. Opnieuw een horn sight. Ja, 7 seconden meer ten een hete gaat creëren. Step back. Jumbo. En die is wel nu voor Landslake Lions. Ah, maar dan blijft die 2,9 seconden blijven staan. Ja. En dat ging een, volgens mij een katwijk een keer mis. Maar kijk het hier aan. Ja, wacht even René. Gaat mij nu iets dagen dat er een regelwijziging geweest is? Dus hij gaat wel naar 14 seconden. Nou, mail me dat nog even door. 14 seconden op de schotklok. Helping. Ah, goeie elkaar. Nou moeten we hebben. En nu is er geen shotklok meer. Dus minimaal verschil, zeg maar. En het is een mighty one. Ja, ik snap niet dat hier nog geen fout gemaakt is door de Lions. Maar daar is die. Maar wel vrij laat, René. Ja. En ik snap het wel, want ze willen Lisanne de Jonge niet naar de vrije worplijn hebben. Tweemaal voor Lisanne de Jonge. Ja, organiseer die laatste 8 seconden even en alle situaties raak mis. Geef aan wat je wil. Beide coaches hebben volgens mij hun time-out nog op zakken. En we hebben een 2 punten verschil staan op de klok. Maar die komt er nu echt wel aan, die time-out, als Lisanne deze raakt. En dan krijgen we een time-out voor Landslake Lions, die nu op zoek moet naar de 3 punten. Ja. Ja, René. Foutje maken. Ja, is dat toch jouw advies nu? Dat kan. We maken er multiple choice van. Wilt u begokken? Ja, goed. We hebben toch nog twee 3 punten schutters op het veld staan bij... Bij de Lions. Kijk, Mirte kan hem schieten en Charlotte ook. Dus kijk, er wordt nu ook druk overlegd aan de kant door de coaches. We're gonna switch everything aggressive. Because if they score a 2-pointer, I don't care. Yeah, if they score, I still have timeout.
Yeah? Switch everything aggressive. On the ball screens, switch so aggressive that if you make a foul, doesn't matter. Because then I have two free throws. I don't want to say now make a foul on purpose. But if you switch, go aggressive, and if you make a foul, doesn't matter. But I don't want them to turn the corner. They're gonna go for a foul. Opvallend wel, René, vind ik dat Chris Mises nog niet zo heel veel minuten heeft gemaakt deze speel. Niet nodig? Nou, niet nodig. Ik weet niet. Ik weet niet of ze helemaal fit is of zo. Maar ik vind de laatste in de twee kwarten, zoals de aanvallende organisatie, mooi. Goeie, ze spelen goede aanvallen. Een line out of bounds voor de Lions. Het publiek gaat staan. 8,8 seconden. Ja, maar je weet Charlie gaat naar buiten komen of Molly. Oh, het is Claire. Nee, het is Lindsay Pengel. Nee, het is Claire Heerman. En de wedstrijd is voor Lectatech. Denk het wel. 1,1 seconde foutje nog gemaakt. Ik had toch wel verwacht dat hij naar McDowell of naar Van Kleef zou gaan, René. Derde fout, Lindsay Pengel. Ja. René, zag je wat Jeroen neemt? Ja. We hadden even oogcontact. Jazeker. We hadden even oogcontact, is goed. Leven met hem mee met onze Jeroen van Vught. Heel blij dat hij de overstap uit Den Bosch gemaakt heeft naar het Bemmelse. Absoluut. Een zeer talentvolle coach. Ja, Lisanne de Jong ook. Beide vrije worpen en daarmee it's a wrap. Deze mag er nog in vliegen voor Meerte en dan maakt het toetje goed. Maar wat een heerlijke overwinning en wat een mooie avond basketbal, René. Ja, zeker, absoluut. Het werd nog heel spannend, ook omdat er elke fout leverde vrije worp op. Dus dan krijg je daar heel veel druk op die vrije worplijn. Daar hebben we wat punten laten liggen. Alleen Lisanne maakt het netjes af. Ik hoop wel dat Marco Leenders, die ziek thuis zit, geen last heeft van zijn rikketik, want dan is dit geen goede avond voor hem geweest. Nee, zeker niet. Oh, we gaan de play-offs in, René, met deze wedstrijden. De Lectatech speelt er nog twee. U gaat ze nu in beeld zien. Nog uit in Katwijk en nog uit in Den Helder. Nou ja, en daarna gaat het beginnen hier. Ja. En dan beginnen we hier thuis op 13 april tegen Lens Lake Lions. En dan twee dagen later gaan we weer op verplaatsing naar Landsmeer. Ja. En we gaan op naar de lekkerste periode van het jaar. It's playoff time. René, mag ik jou weer hartelijk danken voor het deskundig commentaar. Dank je, graag gedaan. En wij gaan richting studio voor de nabeschouwing. Ik ben benieuwd hoe het met Jeroen van Vught is. En ik wil eigenlijk wel graag Julia Jongensma spreken, die topscorer is geworden met 34 punten. Lisanne 29, Yveske Hoek 10, Gracie Roberts 7 en ook Anne van Vlijmen 7. Aan de andere kant, Lens Lake Lions heeft een fantastische wedstrijd hier op het parket gelegd. Ga er maar aan staan. 25 punten Meerten en Eten. 24 Charlotte van Kleef. En 10 punten voor Claire Heerman. Wij gaan richting studio, René. Dank alvast voor het kijken. Blijf nog zeker hangen, want we spreken dus nog met Jeroen van Vught. En ik denk met Julia Jongensma. Tot zometeen.
dichtbij komen, jongens. Oh. Test. Nou René, ja, ons team is niet helemaal voorbereid op twee overtimes. Dus er moesten denk ik een heleboel mensen een sanitaire stop maken. Ja, dat klopt. Inclusief jijzelf. Ja. En ook Jeroen Guldemond moest onze regisseur toch ook even bijkomen na deze spannende wedstrijd. Mooie wedstrijd, echt absoluut. Beide teams gingen ervoor. Dus dat is mooi. Goede aanvallen gezien. Lekker fanatiek in de verdediging. Ja, mooi. En ik denk dat, wat van tevoren zei, een hele belangrijke overwinning voor Lek Detect. Niet alleen voor de play-offs, maar ook voor het team zelf.
van we kunnen ze hebben. En, voor teammoraal. Ja, de moraal, ja. Hey, als je dan kijkt, is het dan ook echt een team effort voor Lek de Tech dat deze wedstrijd uit vuur wordt gehaald? Ik vond ook wel gaandeweg de wedstrijd, vond ik ze ook echt wel beter gaan spelen. De aanvallende organisatie die ik af en toe miste, was er zeker in de verlenging wel. Goede mensen nemen de goede schoten, dus vrije worplijn laat er nog wel wat liggen helaas. En ik moet ook zeggen dat Lions wel een paar makkelijke ballen onder de bord nog even missen, dus daar kwamen we goed mee weg. Dus ja, alles, ik denk wel een terechte overwinning. Het leek in de tweede verlenging leek het even mis te gaan. Hè, toen kwam Lions toch op 4-5 punten voorsprong in die verlenging. Ja. Maar toch wel heel knap en ook met name ook toch wel onder aanvoering toch weer van Anne van Vlijmen die echt alweer sterk terugkomt naar haar blessure. Ja, dat is zeker belangrijk. Ik zei het net ook, die aanvallende organisatie was bezig en daar speelde Anne een hele belangrijke rol in. Ook het temporiseren wat ze doet. En de passing is wel heel belangrijk voor het team. Absoluut. Als we kijken aan de kant van Landslake Lions, is het natuurlijk wel voor Lions vervelend dat ze in de overtime het moesten doen zonder Lies van Straten en Lois Battleville. Dat is toch de twee langste speelsters die je dan mist op zo'n moment. Ja, zeker als ik kijk waar ze de fouten op lieten. Kijk, Lies speelt inside een beetje hard, dan kan ze anders. Lois pakte wat ongelukkige fouten met de bal proberen weg te tikken en zo. Daar kreeg ze volgens mij 2 of 3 keer een fout voor. Ja, dat wil je eigenlijk niet. En dat is jammer. Het zal misschien nog even wat ritme moeten doen. Ik weet niet. Maar ze hadden haar wel heel goed kunnen gebruiken, denk ik, in de laatste fase. Ja, wat ik ook wel echt weer gaaf vond om te zien was. Nou, het werd bijna gevierd als een kampioenschap. Dat die wedstrijd uit de streep werd getrokken. Dus ook qua team chemistry lijkt dat team ook wel weer wat dichter naar elkaar toe te trekken. Ja, wat je zei net, de moraal is voor hen natuurlijk ook belangrijk. Hè. Ze hebben een paar wedstrijden gespeeld waarvan je denkt, nou, het hield niet over. Hè. Ook de manier waarop er verloren werd. En, op een gegeven moment kom je dan down en als je dit ook had verloren, dan was het toch een hele klus geweest. Nu win je, speel je fase goed en je weet dat je thuisvoordeel weer hebt. Het publiek was natuurlijk nadrukkelijk aanwezig en de volgende keer ook weer. Dus dat gaat je allemaal wel helpen. Ja, zeker. Als we kijken nog even aan de Lions kant, René Meerte den Heten heeft ook wel echt een hoofdrol te pakken in deze wedstrijd. Speelde prima wedstrijd natuurlijk. Ja. Ik spiek gauw eventjes naar 25 punten. 25 punten, ook nog wat belangrijke vrijworpen en een paar belangrijke scores. Af en toe de schotselectie zou ze misschien wat meer geduld kunnen opbrengen, maar ze speelden zeker een heel goed wedstrijdje. Absoluut. Ja, we gaan eens even kijken. Als het goed is komt de coach Jeroen. Hij dacht, ik stuur een speelster, dan kom ik eronder uit. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Nee, zo werkt het niet. Maak het even netjes af. De soep is toch al koud, dus... En we hebben hem al gematst, hij voor de wedstrijd niet hoefde te komen. Dan is dit toch weer... Ik ga hem bij jou houden. Gefeliciteerd. Dankjewel. Nou, we vooraf hebben gezegd, een belangrijke wedstrijd. Nu hadden we Sander even te kletsen, zeggen we, ja, belangrijk natuurlijk voor dat voordeel in play-off. Maar ook belangrijk voor het team, voor de moraal. Ja. Even lekker de spirit weer in. Je ziet het publiek zat er lekker in. Dat zijn mooie plusjes, denk ik. Ik denk dat dat ook enorm hielp, het publiek. Ze waren actief. Maar alle complimenten naar de dames, want hoe ze gevochten hebben. Ja. Ook in de overtimes. We zijn toch een paar keer ook op 4 punten achterstand gekomen. En de wilskracht en de mentale weerbaarheid vandaag was van een ander niveau voor ons. Vooral op momenten, je kreeg wat calls tegen. Hè? 3, 4 achter elkaar die ene kant werden gefloten. Maar soms ook wel van dacht van, waarom aan de andere kant niet? Ja. En toen bleef het team toch wel lekker in die wedstrijd zitten. Hè? Ja. Je hebt natuurlijk wel types zoals Julia en Yveske die zich dan kunnen daarmee gaan bemoeien. Deze keer niet, dat is netjes. Nee, en je zag ook na de wedstrijd de blijdschap vanuit de spelers, speelsters gezien. Dus zoals je zelf al zegt, dit doet heel veel naar ons vertrouwen toe richting de play-offs. Hè? Omdat we toch wel een bepaald niveau vandaag. We hebben ook heel veel dingen kunnen we beter doen nog. Maar des te mooier dat we deze wedstrijd op wilskracht winnen. En als we die puntjes op de i zetten. Ja, want normaal gesproken, we missen natuurlijk heel veel lay-ups. Ja. En als die percentage omhoog gaat, dan hopelijk komt er geen overtime aan te pas. Maar ook alle credits naar hoe Lansmeer deze wedstrijd heeft gespeeld. Want ik denk dat voor de neutrale toeschouwer en misschien ook voor de fans van Lek de Tech en de fans van Lansmeer was dit wel een krakertje. Een lekkere zondagavond. Ja, beloof veel voor de play-offs als we beide teams dit niveau kunnen laten zien. Dan kan het een hele leuke reeks worden in de kwartfinale.
Je noemde al net even gemiste lay-ups. Met name in de wedstrijd, hè, dus nog niet zozeer in de overtime, zijn Anne van Vlijmen. Maar is natuurlijk terugkomend van een blessure. Ja. Maar in de slotfase wordt zij zo belangrijk voor je team. Hè? Ja, en dat komt ook een beetje terug op het mentale. Hè. Ze zat er in de eerste helft, / begin tweede helft, een beetje doorheen mentaal. Hè. Ze had een paar balletjes, 3 punten gemist, dan natuurlijk 3-4 lay-ups gemist. Maar dat ze zich dan zo kan revancheren op zichzelf, om het even zo te zeggen, door een hele belangrijke lay-up erin te gooien, door toch een paar vrijworpen erin te gooien en een paar goede passes. Ja, we weten allemaal de kwaliteiten van Anne. En het was nu gewoon even pech met die blessure, maar naarmate ze steeds meer ritme gaat krijgen, dan gaan we ook steeds meer de Anne van Vlijmen terugzien als de heel Nederland kent. Ja, mooi. Nou, wat je al zei, je hebt nog 2 wedstrijden te gaan. Zouden we bijna vergeten. Katwijk uit en Den Helder uit. Ja. Maar dan is het toch echt weer play-off time. En dan kunnen we gaan genieten van een paar mooie wedstrijden basketbal. Ja, ik denk dat we gewoon die 2 wedstrijden gewoon onszelf moeten verbeteren. Ja, en natuurlijk wil je die wedstrijden winnen. En daar gaan we ook voor. Maar het belangrijkste is dat we richting de play-offs de puntjes op de i gaan zetten. Dat we de helpside, dat die op orde is, dat de balmovement op orde is, dat de agressiviteit langer volgehouden gaat worden. En dan gaan we het zien. Ik heb er veel zin in ieder geval, vooral als we dit soort wedstrijden gaan spelen. Absoluut, ja. Ja. Je was toch wel ook even heel blij, want je deed al heel even zo naar ons zo van view. Ja, dat klopt. Je wil zo'n wedstrijd als dit niet verliezen. Want dan lig je de hele avond zo in bed naar boven te staren. Ja, daar weet René waarschijnlijk ook wel wat van als coach zijnde. Wil je dit soort wedstrijden niet verliezen. En des te blijer je wordt als je dit soort wedstrijden wint. Nou, je hebt al een heel klein beetje vals gespeeld vandaag. En je had het zelf volgens mij dubbelend dwars door Anne gelijk weer terug te brengen. Ja, want dat mag officieel niet. Nee. Klok moet gelopen hebben, hè? Ja. Ja. I don't care. Shit happens. Nee, Jeroen, dankjewel. Over shit happens gesproken, ja. Voor Jorrit Zwaar. Dankjewel, Jeroen. Oké. Die mooie introductie. Ja, shit happens, Julia Jorritsma. Ja. Nou, en bedankt. Ja. Maar ja, het is wel zo dat 14 er... punten? Oh nee. 14. Dat er shit happens als Julia Jorritsma op het veld staat. Want 34 punten, Jules, wat een wedstrijd had jij vanavond. Ja. Sorry. Wat een wedstrijd had jij vanavond. Ja, was wel lekker. Ja. Het was een lekkere game, ja. Lions kwam heel goed uit de startblokken. Hè. Een aantal open schoten van Charlotte van Kleef, Lois Bettenville. Ja, jij moest wel aan de bak ook inside tegen Lois. Ja, in het begin dacht ik, kunnen ze ook nog missen. Maar nee, ze begonnen echt supergoed. Ja. En dat was even aanpoten. Wat het is wel mooi om te zien. En wat we ook echt in die overtime gezien hebben, is wilskracht. Echt het teamgevoel. En dat moet heel veel vertrouwen geven richting de playoffs. Ja, zeker. Deze willen we natuurlijk winnen. Alleen al voor het zelfvertrouwen in de playoffs. Kijk, we spelen toch tegen ze. Maar ja, zo'n win is gewoon belangrijk en goed voor het gevoel. Maar nu wel thuis, de eerste wedstrijd. En eventueel in game 3 natuurlijk hier ook thuis. Dus dat is wel Nou, we waren met name toch ook wel verrast dat je op het eind van de wedstrijd, ondanks de vermoeidheid, tweede verlenging, toch in die aanvallende organisatie bleef. En misschien wel de beste keuzes maakte van de hele wedstrijd. Hè? In het begin was het nog soms een beetje balverlies of open aan de zijkant, wat niet helemaal lekker liep. En ja, dat was mooi om te zien en ook wel belangrijk. En anders speelt er natuurlijk een rol in, dat het lekker rustig geopend wordt. Ja, en dat zo. Is zeker fijn. Ja, zeker. Maar Kwesi speelde natuurlijk niet slecht, dus hij had ook nog wel... een beetje ongelukkig met die fouten, maar ja. Ja. Ik ben nog wel even benieuwd, Julia, jouw laatste fout waar je tegenaan liep. Was de fout? Dat blok? Nou ja. Het blok was zeker clean, tuurlijk. Oké, duidelijk. Oké, duidelijk. Wij waren het er namelijk heel duidelijk over eens dat het geen fout was, maar jou... Nee, ik vond het ook geen fout, maar goed. Na de bal komt zij neerkomen tegen elkaar aan. Ja. En dan valt ze, ja dan... Kan het gebeuren? Ik had hem niet gefloten. En Jules, ook even anders kijkend. Ik denk dat het ook een heel mooi weekend is geweest voor gewoon de Women's Basketball League. Natuurlijk een spannende finale, je was er gisteravond ook. Ja. En dan ook nu weer met 2 overtimes. Ja. Ja, kan bijna niet dat nu niemand meer gaat kijken, toch? Nee, dat, het is veel te leuk om niet te kijken, toch? Ja. Nou, maar ik vind ook wel dat er mag ook nog wel het publiek bij, vind ik. Hè? Op zo'n, dan weet ik wel dat er iemand auto aan het rijden is nog op dit moment. Maar het had toch wel 50, 60 man meer kunnen zijn, vind ik. Ja. Wat jeugd. Ja, ja, zou leuk zijn. Volgende wedstrijd, Grasshoppers. Ja. Nou, je hebt ze gisteravond zien spelen. Dat... moet toch ook te pakken zijn als je dit zo kan, hè? Ja, hè?
Ja, we moeten wel flink aan de bak, maar ja, daar gaan we gewoon weer voor. Ja. Ah, dit zijn de mooiste wedstrijden die je kunt krijgen. Ik bedoel, ja. Er zijn wedstrijden waar je onder druk staat, die druk hou je dus. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit de uitslag, nee. Maar je kunt gewoon lekker onder druk verder werken. En, ja, dat zijn leuke wedstrijden. Ja, dat zijn echt leuke wedstrijden. Ga er lekker van genieten, joh. Dankjewel. Zie je snel. Fijne avond, joh. Nou ja, René, dan gaan wij ook ons super weekend afsluiten. Zo. Dat was wel een dingetje. Ik ga me thuis even opnieuw voorstellen. Ja, ik hoop dat je sleutel nog past. Als je ja, dat hoop ik ook. Ik hoop dat ik een sleutel bij me heb. Ja, dat is goed. René, mega bedankt weer voor vandaag. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi zo'n wedstrijdje. En ook de winst is belangrijk. Dus daar kun je weer vooruit. Ja, en op naar... Ja, toch echt. Ik kijk wel echt uit naar die twee play-off wedstrijden, hoor. Ja, natuurlijk. Als er een beetje vastigheid inkomt en het vertrouwen is er weer, dan kun je ook nog eens na, stel dat je wint van Lens Leek, kun je daarna ook nog verder kijken. Het is niet het einde, het is het begin weer van een nieuwe fase. Ja. Nou, wordt in ieder geval mooi, we gaan er lekker van genieten. Dan gaan wij u thuis danken voor het kijken. En dank weer alle vrijwilligers, regie, Jeroen Guldemond, camera, Kasper Scholten. En René van der Wielen, dank voor het commentaar. U thuis, dank u wel voor het kijken. Veel plezier nog met Max Verstappen zometeen. En graag tot de volgende wedstrijd hier in de play-offs voor LekTech.nl. Dank je wel en tot de volgende keer.